je eigenlijk van een bedrijf waar je eerst 60 man in dienst had. Eh. Ja, en dan, dan zie je gewoon miljoenen op de balans gaan, heen ja. en weer gaan. En ik ja. had echt een fantastisch salaris en uh, alles werd betaald op de telefoonrekening. En ik dacht, ja, maar ik moet weer echt terug naar de core gaan. Mm -hmm. um, en ik voelde van, als je echt een heel goed product neerzet, en niet alleen dat een product dat bijvoorbeeld heel gezond is, maar gewoon zo goed is, maar ook in de, in de klantenservice en het verhaal dat je vertelt, en het gewoon heel eerlijk is wat je doet, dan gaan klanten uiteindelijk het zelf vermarkten voor je. Dat wordt, dan worden de klanten jouw marketing. Mm -hmm. Ja, en dat leerde ik ook van mijn vorige bedrijf. Van, dat is zo essentieel. Ja. Nou, toen we Sapje eenmaal... Ja, eigenlijk hadden gelanceerd... en goed hadden gelanceerd met een goede productlijn... en een goede website. Ja, dat ging gewoon eigenlijk meteen als een soort van... raket ja. de lucht in. Ja. Mm -hmm. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemen de Podcast. En uh, vandaag hebben we een gesprek met een uh, ondernemer, een hele bekende serieondernemer. In ieder geval een hele ervaren serieondernemer ook. Heeft meerdere bedrijven gehad, uh, onder andere een bedrijf uh, Club Judge, die uh, dus clubs langs ging om die uh, te reten. Daarna het bedrijf verkocht en uh, toen iets meer met een uh, gezonder uh, bedrijf gaan doen. En uh, momenteel heeft hij dat ook weer verkocht. En uh, ja, is hij eigenlijk. Uh, Vrij om te doen waar hij die, die zin in heeft. En uh, hij is vandaag hier te gast in de, de podcast. Dus jawel, welkom. Heel erg leuk om hier te zijn. Ja. Mooie enthousiaste introductie. Ja, klein, klein beetje een verhaal in ieder geval vast uh, meegeven van uh, wat je hebt gedaan. Ja. Dus, uh, zou, ja, zou dan je dan kan je het gewoon in zo'n zin samenvatten. dan heb ik daar gewoon 17 jaar over gedaan. Dat is gewoon Ik heb echt een, 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 ja, een behoorlijk turbulent leven gehad. Ik geloofde nooit in studeren. Het was echt uh, helemaal niks voor mij. Ik heb mijn HAVO wel uh, een beetje nood zeg maar afgemaakt. En ik was uh, denk net geen 17 en toen ging ik op de hoge hotelschool. Uh, werd ik meteen aangenomen. En toen kreeg ik daar ja, uh, les over hotelklassificaties, die michelin sterren, hoe dat werkte. En toen ging ik uit naar de escape venue. Ik mocht er eigenlijk officieel niet eens heen, want ik was geen 18. Maar ik had toen al een baardje, dus ik werd gewoon binnengelaten. En toen kreeg ik een beetje een dronken aangeschoten buiten het idee... om een keurmerk te begaan, beginnen voor discotheken. Nee. Echt met een, met een sterren- en, en, een, en een klassificatiesysteem. En uiteindelijk liep dat uh, ja, echt uit de hand van mijn studentenkaart met vrienden. Ging dat voor een lol een beetje. Ja, proberen wat groter te maken en een bedrijfje op te zetten. En toen dacht ik, ja, ik vind het helemaal niet leuk studeren. Ik kap mee. Ik heb mijn ouders natuurlijk niet verteld. En uh, ik was toen een, een half jaar met het idee bezig. Ik denk ook na 6, zeven maanden stopte ik ook met studeren... Mm -hmm. ja en dat liep gewoon uiteindelijk heel erg uit de hand dat mensen hebben behoefte aan informatie over clubs en het ja, dat werd groter en groter op een gegeven moment werd het een bedrijf van uh, bijna 60 man en dan werkten met alle grote merken samen van Red Bull, uh, Bacardi, Heineken, T-Mobile uh, oh. en tot en met Transavia en uh, uiteindelijk werd DJ Chester mijn compagnon in de hoogtijdagen ja dus het was echt uh, ja ik was een beetje de clubkoning dus in de nachtelijke uren heel erg druk bezig met uh, ja, de clubs judge of de clubs keuren en dan inpakken gesponsorde food supply, want die vonden dat wel leuk dat wij daarin rondliepen, want wij kwamen ook wel veel het nieuws. Ja. Ja, en uh, ja, als je iets heel erg leuks met een passie begint dan, en je, hebt, je gelooft erin, dan kan dat uit de hand lopen. En voor mij was dat dan het geval. Het liep echt uh, uit de hand. En uh, ja, op een gegeven moment werd dat zo druk. En ik denk na nou, acht of negen jaar dacht ik, wauw, ik ben vet veel heen en weer aan het vliegen. We hadden ook een kantoor in Lissabon en dan ook een kantoor in uh, Amstelveen. Ja, met zoveel personeel ook kreeg, je ook ste kreeg ik steeds meer stress. Ik leefde ja. toen de tijd ook heel erg ongezond. Dus ja, Red Bull was een sponsor dus onze loods stond gewoon vol met, uh, ja, echt, ik denk wel 10, 15.000 Red Bull blikjes. En daar leefden wij met z'n allen op. En we hadden een Heineken Bar en Bacardi. Dus we dronken elke vrijdag uh, onszelf een beetje plat. <laughs> en uh, ja, en ik had veel pizza, zo ongezond. En veel last van astma's, allergieën, uh, tandenknarsen. Echt super slechte huid had ik. Ik weet gewoon, mm -hmm. eigenlijk alle dingen. Ja, dat, ik, ik sliep ook niet lekker. Dus en ik had heel veel stress. En ik dacht van ja, weet je, weet je, ik had code rood in mijn lichaam, ja. maar ik merkte nog steeds niet echt waar dat vandaan kwam. En ik, hé, hey, ik ben wel heel goed in ondernemen, althans, ik dacht ik ben goed in ondernemen, maar ik wist niet hoe ik mijn lichaam eigenlijk goed kon ondernemen of dat goed kon aanvoelen. En toen kwam ik mijn vriendin, en die is nog steeds mijn vriendin tegen Rooslin, en die legde, ja, toen ik haar leerde kennen, vertelde ze, dus ik studeer voeding en diëtiek. En ik dacht, oké, okay, wat is dat voor een studie dan? Ja, dan leer je hoe gezond wat voeding voor je doet. En ik vond het echt zo'n onzin. En toen ging ik me toch een beetje in verdiepen, omdat ik geïnteresseerd was in haar verhaal. En uiteindelijk, toen ik me daar wat meer in ging verdiepen ook, ja, toen ging er een soort van gloeilamp in mijn hoofd aan. Oh, daar komen mijn astma's vandaan. Oh, daar komen mijn verkoudheden vandaan. Of mijn, mijn slechte slaap en, en alles wat erbij uh, uh, kon kijken. En ik had, was ook echt een stuk zwaarder ook. En, uh, en op een gegeven moment begonnen dingetjes te klikken in mijn hoofd. En toen besloot ik ook om mijn bedrijf te verkopen. Want ik dacht, ja, ik kan hier wel in blijven zitten. Maar eigenlijk zorgt dit bedrijf voor wat ik heb gebouwd, dat ik niet eigenlijk een gezonder mens kan worden. Um, dus dat, daar heb ik toen afscheid van genomen. Uiteindelijk ook uh, ja, mijn aandelen verkocht aan uh, Chesto. Met de handen geschud. Toen deed ik even niks. Iedereen, al mijn vrienden, mijn ouders, zeiden, je bent helemaal gek. Weet je, je, hebt een, uh, je rijdt in een sportwagen, mm. je hebt een geweldig salaris. En dat ga je nu gewoon opzeggen. Omdat je ongezond wordt en je voelt je niet lekker en je wilt de gezonde kant. op. Ik zei ja, maar ik voel dat ik die deur moet sluiten en, en dat is een ongezonde deur en ik moet ergens een gezonde deur ingaan mm. en die moet ik dan gaan openen, maar dan moet er wel iets dicht. Ja. Dat was zo'n zware ballast voor me. Nou, voor mij een hele goede beslissing geweest. Ja en uiteindelijk uh, uh, niet snel daarna was dat bedrijf eigenlijk zeg maar als ik daar gestopt en een paar maanden later begonnen we al met een uh, groentesapbedrijf. Dus eigenlijk een beetje tegenovergestelde van ik het doel. Ja, dus biologische groentesap persen, want dat is biologische groentesappersten, want daar begon ik zelf mee. Uh, ik dacht, ja, ik eet helemaal geen groenten. ik realiseerde dat dat is iets wat ik gewoon niet toevoeg aan mijn dagelijkse eetpatroon. Dus dat begon ik dan uh, te juicen. En, en, en sappersen was totaal niet echt populair in Nederland. Uh, ik heb het al voor tien jaar geleden. Dus ik bestelde zo'n slow juicer uit Amerika. Die heb ik nog steeds in mijn keuken staan. Die werkt nog perfect. Ja, en daar gooide ik gewoon echt alle groenten in die mensen niet uh, rauw zouden eten, zeg maar. Mm -hmm. Ik al helemaal niet. En toen ging mijn gezondheid er echt gewoon een, ja, een, ja, een sprong op vooruit. Ja. En uh, uh, ja, en uiteindelijk Rooslin zag dat, dat ik echt veel gezonder werd. Die snapte ook niet waarom leert ze dat niet op school. Weet je, dat was het. Want er zijn natuurlijk ook, ja, die studies worden natuurlijk ook door het bedrijfsleven gefinancierd, door ja. de Unilever's. Dat zijn ook gewoon de hoofdsponsoren. Um, en uh, die dacht, hey maar oké, okay, hij is groenstapjes aan het drinken. En hij kan gewoon nu zijn astma en later eigenlijk laten. Dat is heel apart. Mm -hmm. Ja, en zo begon ik niet alleen sap te drinken, maar ik wilde ook beter gaan slapen. En ik dacht, ik ga mediteren. En er is iets met de straling aan de hand. En ik moet meer gaan bewegen. En heb je op een gegeven moment uh, ga je allerlei facetten af. Oh, ik gebruik eigenlijk heel veel parfum. Ja. Dat is ook niet goed voor me. Ook niet ja. goed voor mijn longen. Uh, dus op een gegeven moment ja, was ik, ging ik er steeds, uh, ja, dieper, of steeds dieper in verdiepen als een, een soort van autodidact. En toen ging er gewoon een, een nog een grotere wereld voor me open. En, toen, en ook de, ja, tegelijkertijd een sapje uitbouwen als bedrijf, maar ook gewoon vanuit ons huis. Ja. Ja. En helemaal vanuit, ja, niks begonnen. Dus we hebben ook geen leningen aangegaan en, en geen externe financiering of wat dan ook. Ik zei tegen Roos, als ik één ding heb geleerd, is dat je een product moet bouwen vanuit de basis, sowieso vanuit je passie. Ik bedoel, dat is de allerbelangrijkste motivator. Mm -hmm. Maar uh, ja, vooral eigenlijk met je eigen tijd. Dat is je belangrijkste investering. En niet dat je dan hele mooie winkel bouwt en dan fulltime personeel erin gaat zetten en dan alle beste juices gaat kopen en dan ben je een ton twee ton verder maar dan heb je nog geen sapje verkocht ja, uh, ja dat vond zij best wel lastig van hé, hey, maar ik wil wel een mooie winkel en ik wil wel personeel en ik zei nee want we moeten gaan echt kijken of het gaat aanstaan vanuit huis we gaan gewoon thuis zelf sapjes maken met die juices die we hebben we hoeven niet te investeren mm. we kopen <laughs> gewoon een kutvriezer van marktplaats en daarin gaan we die sapjes dan een beetje bewaren om het in te vriezen en dan gaan we op een bakfietsje het lekker rondbrengen met mensen die het willen en dan gaan we zelf met pallet hout kratjes in elkaar timmeren en dan gaan we daar in het recyclen dat proces. Ja, ja. Ja. Dus met minimale investering hadden we eigenlijk een beetje een soort van maximale output al heel weinig kosten ja. en we trokken eigenlijk amper salaris. Dan kom je eigenlijk van een bedrijf waar je eerst 60 man in dienst had. Eh. Ja en dan zie je gewoon miljoenen op de balans gaan ja. heen en weer gaan en ik ja. had echt een fantastisch salaris en uh, alles werd betaald met telefoonrekening en ik dacht ja maar ik moet weer echt terug naar de core gaan mm. um, en ik voelde van als je echt een heel goed product neerzet. En niet alleen dat een product dat bijvoorbeeld heel gezond is, maar gewoon zo goed is, maar ook in de, in de klantenservice en het verhaal dat je vertelt. En het gewoon heel eerlijk is wat je doet, dan gaan klanten uiteindelijk het zelf vermarkten voor je. Dat wordt, dan worden de klanten jouw marketing. Mm -hmm. Ja, en dat leerde ik ook van mijn vorige bedrijf. Van dat is zo essentieel. Ja. Nou, toen mijn sapje eenmaal, ja, eigenlijk hadden gelanceerd en goed hadden gelanceerd met een goede productlijn en een goede website. Ja, dat ging gewoon eigenlijk meteen als een soort van. Raket ja. de lucht in. Mm -hmm. Het was bijna niet te houden. Dus, dus Rooseling stond op een gegeven moment van zij moest juicen. Mm -hmm. En ik zei, zei, ik ben aan de verkoper, ik doe de marketing en alle dingen eromheen. Dus, en uh, product development en zo. Maar ze zei, ja, alsjeblieft, je moet niet meer verkopen. Het gaat zo hard. <laughs> ik, kan, ik kan niet meer persen met die sloten, ja. het wordt gek. Ja, en toen kwam er een, uh, ja, uiteindelijk een stagiair bij, en, uh, maar gewoon bij ons thuis. Hè? Dus ja, die ja. poep ook in je huis en die eet ook in je huis en <laughs> ja. die bellen ook in je huis. Mm, en ja. uh, van één uh, stagiair kwamen op een gegeven moment ik denk, vier of vijf fulltimers die onder ons woonkamertje rondliepen. Dus we hadden ook eigenlijk helemaal geen leven meer. Nee. En dan in ons keukentje waren ze bezig, gewoon in ons huis. Eigenlijk een beetje zoals jullie hier, uh, hier zitten. En, ja. Uh, ja, en wij uh, uh, hadden toen een garage kunnen huren achter ons huis en toen gingen we daar... ...de vriezers inzetten, zetten, want eerst stonden de vriezers in onze woonkamer. Mm. Nou, je wil niet weten in de zomer met echt iets van twintig vriezers in je woonkamer... ...is het gewoon 40 graden. <laughs> ja. Dat is gewoon niet te doen. Dus uiteindelijk uh, het in de, in, de, in de garage gezet. En daar ja, viel de stroom één keer per week uit. En uh, oh, ja. dan kwamen natuurlijk ook wespen en vliegerwinnen. Dat is gewoon, ja, Je hebt de minder charmante kant, dus er gingen heel veel dingen mis aan de achterkant. Mm -hmm. Uiteindelijk een voorkant het bedrijf groeide en groeide en groeide. En dan kwamen klanten vanuit heel Nederland naar ons toe... En wij besloten op een gegeven moment uh, van Amsterdam, we deden eerst alles in Amsterdam, laten we het eerst gaan testen van gaat dat? Ja. En dan breiden we uit en toen gingen we eigenlijk meteen landelijk. Nou, toen ging het in één keer heel erg hard met, uh, uh, met sapje, omdat wij een beetje aan het pionieren waren met sapkuren en detoxen. en uh, ja. Het concept eigenlijk ja. neerzetten. Uh, uh, ja, en die hobby liet steeds meer uit de hand. En uh, op een gegeven moment uh, waren we de garage uitgegroeid. En toen kregen we echt een, ja, een saplab gebouwd, gewoon op maat gemaakte uh, juice faciliteit in de buurt van Schiphol. En daar hebben we ja, echt de allerbeste slow juice op maat laten maken. Met een prachtige geconditione geconditioneerde omgeving. En uh, daar uiteindelijk uh, ja, liep er ook in iets van, ik denk, 20 full -timers lopen er rond. Uh, sapjes te persen, ja. soep te maken, mm -hmm. en, uh, smoothies en shortjes. En, uh, en allemaal van de ja de, de hoogste kwaliteit die je kan maken eigenlijk ik heb altijd gezegd als je als wij een product maken dan moet je het maken zoals wij dat thuis maken gewoon zonder concessies ja, ja. ja. en uh, uh, dus geen troep bij geen e-nummers geen rare toevoegingen uh, mm -hmm. En ook geen leugens vertellen je moet gewoon uh, je verhaal vertellen moet gewoon helemaal kloppen van a tot z ja, ja. de kern moet gewoon goed zijn helemaal en klanten die prikken daar gewoon doorheen en, en bij SAP hebben we ook gemerkt van als je gewoon altijd bij je core blijft en je blijft persoonlijk en je, die mensen kunnen ons nog steeds bellen als ze wat zou zijn. Mm -hmm. En dan WhatsApp we mee. Natuurlijk hebben we ja. een klantenservice uiteindelijk opgebouwd ook. Ja. Uh, maar we hebben eigenlijk in acht of negen jaar tijd nog steeds dezelfde vaste klanten. Dus dat is echt heel bijzonder dat die dan gewoon bij je blijven. En ook die wijken af en toe uit naar nieuwe concurrenten. Gewoon om, hé. Hey. En die komen altijd weer terug bij ons. Dus ja, dat ja. is eigenlijk, ja, dat is in plastic flesje. En wat een slechte service. Oh, ja, en. Ja volgens mij zit er wel heel veel fruit in en vertrouw niet helemaal en ik dacht, ja, ik dacht, ja ja weet je kan af en toe afwijken maar ze komen toch weer terug en... doe je toch iets goed ja. als het kern ja. gewoon goed is dan ja, hebben mensen ook geen reden om ergens anders naartoe te gaan uiteindelijk ja en, uh, ja, en die productlijn is uiteindelijk uitgebreid met ook nieuwere producten en uh, ja super mooie reis gemaakt met vallen en opstaan want ondernemen is, is nou ja, voor jullie merk je waarschijnlijk ook... is eigenlijk gewoon brandjes blussen. Je gaat van de ene brand naar de andere brand. En als dat weer geblust is, nou dan even top, weet je. Nou, dat, dat gebouw ziet er goed uit. We gaan het weer verschilderen. Ja. En, uh, en dan kan er weer wat misgaan. En, uh, en ja, ik denk dat hoort erbij. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat je altijd blijft geloven en door blijft zetten. Want je moet gewoon zo'n berg op klimmen... en weten waar je naartoe wilt. En ik wil het, ik wil. Het. we gaan naar Nederland... en we gaan op een gegeven moment naar België... en we gaan naar Curaçao toe. En ja, dan... dan ja, mani ik noem het dan manifesteren. Ja, je ja. ja. visualiseert me dingen. hey zo zou ik het willen doen. Ik zou het mm. echt geweldig vinden als ik met Ron Blauw kan samenwerken. Weet je, de beste chef van Nederland. Mm -hmm. Ik zou echt wel vet vinden als we met een, een sterren chef kunnen samenwerken. Johnny Boer. En op een gegeven moment zit ik gewoon een jaar later zit ja. ik bij hem het sapje te proeven. En, ja. en dan is hij een beetje sapje aan het maken. En denk ik denk, ja, dat is, dat is dan gewoon zo kicken dat die dingen dan echt gebeuren. Ja. Het uh, is gewoon altijd gewoon echt moeit. intentie zetten, richting bepalen. En vervolgens ja. ook gewoon vertrouwen op het proces en uh, en doorgaan ja en en dat de, ja, het, het gek is ik had of dat was gek ik had het al denk ik sinds ik 17-18 was want ik wilde bijvoorbeeld heel graag chester als partner hebben mm -hmm. maar dat was mijn allergrootste droom en op een gegeven moment zat ik met hem een keer in een hotelkamer en ik had een investeerder nodig en hij zat gewoon naast me En ik wat weet je het is wat de fuck het is aan het gebeuren is gelukkig, ik ben een ja, superster die zegt oh zit weet je mijn hart die klopte in mijn borst ja en hij zei een half uur nou schud mijn hand is goed we gaan het doen en uh, waar is je bankrekening en we gaan uh, we gaan starten en we gaan tekenen ja. en dat, dat waren hele kleine dingen waar ik elke keer hoopte oh het zou vet zijn als als Europe Car onze auto's zou sponsoren. opeens een heel wagenpark met minis voor de deur staan <laughs> het zou vet zijn als naar Ibiza gaan... en dan hmm. gaat ons sponsoren. ja en en zo ging dat eigenlijk en toen leerde ik het ook kennen van oh ja zo gaat dat en um, en ja. bij Sapje is dat proces Eigenlijk ook zo gebeurt, uh, tot ik ook op een heel lang geleden zei van oh, het zou vet zijn als we sapje heel groot zouden bouwen. Dat ik het dan kan, kan misschien verkopen aan een bedrijf die wel heel erg bij mij past. En ik had altijd van ja, ik vind appelsientje wel echt super dik bedrijf. Mm. Ben ik ben gewoon weer opgevoed. Ja. Ik heb er gewoon iets mee vanuit mijn jeugd. Nou, en op een gegeven moment ga je met partijen zitten om te kijken van hé, hey, wie past erbij. En dan zit je met super veel drankpartijen, maar ook andere partijen in de foodbusiness en dan laat je je verhaal zien en wie komt er blijft natuurlijk over die het super enthousiast van met een goede klik me heb, appelsintje ja. denk nou ja. <laughs> ik bedoel dat zo moet gaat. dan zo zijn weet je dat is dan zo bizar en, ja. uh, en dat kwam maar. ook het verhaal dat gaat nog wat verder ik las het een paar jaar geleden op in Curaçao, uh, een boek van Michael Pilarski mm -hmm. Van Master, Master Mindset, Mindset ja. 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 En daar stond dan... Ja. Uh, oh, die staat hier. <laughs> ja. En daar stond dan een naamtje in... Uh, dat hij zijn bedrijf had verkocht aan Talpa... een vriend van hem had dat gedaan. Nou, daar stond dan ja, de naam ja, in precies. van die vriend. Ja, ja, ja. En ik dacht, ga uh, LinkedIn zoeken. Nou, en ik raakte... Uh, ik had een klik met die man die ik toen belde. Mm hij -hmm. zei, ja, Joel, uh, ga nog maar... Hij uh, keek even naar wat we deden, onze cijfers, weet je. Ga nog maar even een jaartje doorbeuken. En dan praten we dan weer verder. na nou, een jaartje doorbeuken, corona kwam. En uh, het bedrijf, dat, dat ging... Uh, ja, dat ging veel harder we groeiden zo hard door uh, die hele situatie want iedereen wilde in één keer afvallen en het muntstelsel versterken iedereen ja. in paniek ja. en wij konden het ja niet bijbenen en toen belde ik weer ik zeg hey is het nu misschien de juiste moment want <laughs> volgens mij uh, gaat het nu wel goed ja en toen ging we, lachen. ja toen ging we een beetje aftasten en uiteindelijk uh, ja een paar maanden geleden uh, heeft de verkoop plaatsgevonden... Uh, ja aan uh, een van de mooiste drangwerken van uh, ja van Nederland echt een familiebedrijf ja, ja. en het fijn is dat zij ook helemaal sapje intact houden. Dat vind ik ook heel belangrijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus zij hebben ons juist, ze zijn juist eigen partner geworden of hebben ons overgenomen, ook omdat zij naar biologisch willen gaan, ook omdat zij groentesap willen maken, ook omdat zij hun productieproces willen verbeteren, ook omdat zij online willen begrijpen en de gezonde doelgroep en waar de wereld eigenlijk naartoe gaat. Ja. Dus zij hebben eigenlijk kennis gekocht. Uh, en dat vond ik heel bijzonder dat, je dat, dat ik eigenlijk in mijn boek schreef over dat zijn duivelse bedrijven. Want Juist, denk ik heb ja. de directeur echt een leuke klik. Maar ik zei, je maakt gewoon troepsap en dan moet je gaan veranderen. En hij weet hoe ik over zijn bedrijf denk. Mm -hmm. Zo eerlijk <laughs> kunnen we ook met elkaar praten gelukkig. En zegt, ja, maar, maar we zijn aan het veranderen. En we zijn gewoon een log bedrijf. En dat heeft tijd nodig. Maar we zien ook waar de wereld heen gaat. En, mm. en dat nou ja, vandaar natuurlijk ook die klik die wij natuurlijk met elkaar hadden. Uh, ja, want... Want hoe denk je dat, uh, dat dat in elkaar zit? Want inderdaad, heel veel producten in de supermarkt zijn, dus gewoon super slecht voor je, heel erg bewerkt. Ja. Maar is dat meer een soort, uh, ja, een, uh, hoe zeg je dat? Is dat meer een uitkomst van de industrialisatie dat alles vergroot is, verbeterd is en dat dat het meer een bijkomstigheid is dat het dan uh, slechte kwaliteit is of dat het niet gezond voor je is? Of is dat, is dat bewust gecreëerd? Dat vraag ik me wel eens af. Ja, het is voor de basis natuurlijk, het is geld gedreven. Want uiteindelijk, ja, het klinkt heel raar, maar hoe ja, een slechter product is ook veel goedkoper om te maken. Mm. Ja. En uh, in plaats van heel veel appels, doe je er bijvoorbeeld heel veel concentraat bij. Of ja, veel precies. water bij. Ja, is natuurlijk een stuk goedkoper dan dat je verse appels en dan helemaal uh, een stuk goedkoper zoals, als ze bio zouden zijn. Want bio is natuurlijk veel duurder. Mm -hmm. En als je het in een glas gaat verpakken of in een een of andere karton, uh, ja, gelined met allerlei coatings van binnen. Ja, uh, ja dat, dat, dat is natuurlijk een heel groot verschil. Dus uh, het belangrijkste wat je in supermarkten aantreft is sowieso. Heel goedkoop, niet voedsel, maar gewoon vulling. Ja. Ja. Want het is gewoon leegte, wat je eigenlijk daar, uh, uh, daar tot je neemt. En het is de houdbaarheidsverlenging. Dus ja, je maakt een dingen, product ja. waar eigenlijk het leven uit is gehaald. Of zodat het zo lang mogelijk houdbaar is. Zodat er geen derving ja. plaatsvindt voor supermarkten. Maar ook niet voor natuurlijk de partijen waar, die het verkopen ja. aan de supermarkt. Dus het product ja. is helemaal doodgemaakt, zodat het niet uh, eigenlijk gaat schimmelen of gaat rotten. Maar daardoor zit er ook weinig voedingswaarde in en heel veel. Ja, heel veel eigenlijk uh, helemaal niks. Chemie. Ja, ja. Je, je, wat je krijgt is uiteindelijk gewoon een dikkere buik. Of, ja. gewoon, of chronische ziektes als je op dat soort producten leest. Ja. Dus ik raad ook altijd aan als je naar de supermarkt gaat, dat je gewoon. Alleen maar verse producten in je mandje doet. Alleen de eerste. Uh, ja, waar alles je wat binnenkomt. kan schimmelen, alles wat eigenlijk <laughs> ja. zeg maar kan schimmelen uh, uh, en, en niet extra bewerkt is. Ja, en natuurlijk ook het liefst dat je het biologische uh, ja. consumeert. En ook biologisch heeft ze nadelen, maar het is een stuk beter dan niet bio. Mm. Uh, want ja je, je, ja, je krijgt gewoon een coating met allerlei kankerverwekkende stoffen. Ja. ja die eet je ja, en mensen vinden dat blijkbaar heel normaal. Maar vroeger mm. was de norm altijd eten was biologisch. En ja. eigenlijk zou naar mijn idee, zeg maar het eten wat gewoon compleet bespoten en kankerverwekkend, is zou een label moeten krijgen van, ja, dit is eigenlijk, uh, eigenlijk... Je krijgt een appel met al deze ingrediënten nog erbij. Ja, maar ja. ja, het is ook denk ik onwetendheid van de consument. Want je, je gaat de supermarkt binnen, je gaat producten kopen om te eten. Dus het is misschien ook een, een deel uh, onwetendheid of mensen willen het niet weten. Maar ik denk ook een deel van, ja, je gaat iets kopen bij de supermarkt. Dus het zal wel goed zijn of redelijk... Ja. Oké, okay zijn, anders zou het hier niet liggen. Dat is misschien een beetje de aanname die ook. Uh, ja, nou ja, het is natuurlijk ook onwetendheid. Maar dan vraag ik me ook af. Kijk, rokers weten dat ze ziek worden van roken. En dat ze bijvoorbeeld uh, ja, daar kanker van kunnen krijgen. Dat is nu algemeen bekend. En die zien ook al die enge plaatjes op die, uh, ja. je, die, 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 um, die verpakkingen. Ik denk als je die, die, dat visualiseert, wat er allemaal op jouw appel of aardbei is gespoten en, en, en dat dat mensen het ook zien, dat dan zullen ze waarschijnlijk wel twee keer nadenken voordat ze bijvoorbeeld een conventionele appel in hun uh, mandje zetten. Ja, ja. Van, oh, er zitten 53 bestrijdingsmiddelen op waarvan drie gelinkt zijn aan Parkinson. Mm. Ja. Misschien moet ik die dan even <laughs> overstaan. Dan ga ik toch 10 cent meer betalen voor die waar dat niet op zit. Ja. En uh, ja, natuurlijk alles heeft met bewustwording te maken. Maar ja, het helpt wel mee als je natuurlijk Wordt meegeholpen erin. Ja. Ja. En, uh, uh, ja, het is natuurlijk ook bewust een spel dat het natuurlijk niet gebeurt. Mm -hmm. Ja, dat Mensen juist in die onwezenheid blijven zitten. En, uh, ja. ja. Ja, en dat vraag ik me inderdaad dan wel eens af. Is dat bewust zo? Of is dat, uh, is dat gewoon omdat heel veel mensen hebben, zijn denk ik ook... Ja, die vinden het ook soms wel gewoon prima. Die, 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 die willen ook niet alles weten. Ja, en soms. En misschien ook, geldt het ook voor jullie. Weet je, want je doet natuurlijk heel veel podcasts. Soms is het ook wel fijn dat je niet zoveel weet. Mm. Af en ja. toe dacht ik, hé... Hey, Misschien was ik wel gelukkiger toen ik gewoon de Red Bull drinkende Joel was met Asma, ja, zeg maar. Ja. Dat ik niet zoveel wist eigenlijk hoe de wereld een beetje werkt en dat de overheid behoorlijk corrupt is, dat het voedselsysteem verkeerd in elkaar zit. En dat je, want je wordt ook zo bewust, zeg maar, van al het ongezonde wat je om je heen ziet. Ja. Dat, je, dat die stress die je daarvan krijgt misschien zelfs veel slechter voor je kan zijn. Doordat je misschien zelfs dat je het gewoon niet weet, maar gewoon troep consumeert. Mm. Want mm. ik geloof dat stress ook de helft is van. Chronische ziektes, misschien zelfs nog meer dan dat. Ja, ja je kan er ook in de doorslaan. De, grootste, als je op ja. een gegeven moment echt, echt met alles hebt, inderdaad, van oh, zal dit slecht voor mij zijn? Dan inderdaad, ja. omdat je daar de hele tijd over nadenkt, zul je misschien ook gewoon onbewust ook uh, ja, dat ook echt gaan geloven en daar ook ja. echt gewoon last van krijgen. Terwijl misschien als je het gewoon ja. zou eten, je helemaal niks zou doen. Ja, en een menselijk brein, nou ja, als je jezelf, je kan jezelf ziek denken, ja. je kan jezelf ook gezond denken. Ja, en als jij dan uh, hyperbewust bent... dus ik was echt op het begin zo hyperbewust... oh, ik kan dit niet aanraken, ik kan dit niet eten... oh, dit is giftig, oh ja, mm. biologisch... Uh, ik moet alles helemaal zelf verbouwen... want biologisch is misschien niet eens nog zo gezond... en ja. dan ga je over alles vraagteken stellen. En die stress, als je dat opeens voelt... van oh, weet je, ik moet even een stapje terugnemen... en ja, het is ook niet zo erg als ik op vakantie ga... en dan eet ik gewoon meer troep... en uh, misschien wat ja, meer gefrituurd ja. eten... Ja. en natuurlijk kan er een chip in de pizza... en een ijsje tussendoor... Als je maar gewoon, denk ik, 80% van de tijd het goede doet en dan die 20% daar geen zorgen over maakt, dan. Ja, ja. ja, en ik bedoel, ik geniet ook enorm van een uh, lekker potje haak en das. Mm -hmm. Maar ik weet, ben daar gewoon heel bewust van. Ik nou, geniet ja. ervan, maar ik ga niet dagelijks dat consumeren. Want dan, dan, dan glijdt mijn gezondheid gewoon weer af en dan ben ik weer terug bij af. Dus uh, ja. ja, en, en ik probeerde, daar heb ik namelijk ook een boek over geschreven. om mensen ook meer die bewustwording te geven en een beetje simpel uit te leggen. Ja, wat is dan eigenlijk gezondheid? En. Hoe worden we in de zijk genomen? En dan een beetje van opstaan tot slapen gaan ja. uh, En dat begint van de tamperstaad die je mond doet, tot de deodorantom nu ook zo. Uh, en mensen staan er gewoon niet meer stil. Er zitten allemaal zo'n soort van uh, bijna robots. We gaan naar werk, we staan op, de werker gaat af. Mm -hmm. We zitten op onze telefoon, we worden behalve gehersenspoeld door het beeldscherm wat we de hele dag voor ons hebben. Ja. En dan zitten we ja. daar de hele dag en, denk, en, dan, en dan vreten we dingen. En dan komen we thuis. Ja, en dan gaan we weer slapen. En dan repeteert dat weer dat we oh, we zijn. In, Weekend, ja. weet je, en dan is gaan het hek open, zuipen. Ja, en dan, <laughs> nou, vooral is het zuipen, maar dan heb je natuurlijk andere routines en. Ja ja, maar ik ben wel heel blij dat, want toen ik met dat boekidee kwam, dat was al zo lang geleden. Ik denk negen jaar, geleden, tien jaar geleden. Ja, ik of kan zo. zeggen, Toen was dat helemaal nog niet. Nu is dat wel best wel een ding dat wel ja, redelijk logisch, veel mensen. Ja, tuurlijk. Uh, D.O.s en uh, Water ja. is misschien niet zo een beetje voltreinigd ja. en, en, en dat, iedereen vindt dat nu logisch, als de mensen die ik om me heen uh, spreken, zijn natuurlijk genoeg mensen die dat nog niet zien. Ja, ik denk mm -hmm. dat het niet enorm is, maar. Nee, <laughs> nog maar er niet. zijn er wel steeds steeds meer. Want toen ik zeg maar mijn boek aan het schrijven was, heb ik met een uitgever gepraat. Mm -hmm. Nou, die uitgever, heel leuk concept. en Oké, okay, we gaan een manuscript uh, creëren. Ja. En op een gegeven moment was het meer van... Oké, okay, maar jij gaat al deze onderwerpen aanhaken. Dit vinden we wel een beetje uh, too much. Dit kunnen we niet verkopen. in de Bruna's op deze manier... Ze willen eigenlijk je, je content gaan halveren. Mm -hmm. Ik zei, ja, maar dan ga, weet je, dan ga ik het niet meer uitbrengen. Ik wil gewoon mijn verhaal doen. En toen dacht ik, ja, weet je, fuck it. Ik ga het gewoon zelf uitgeven. Ik wist helemaal niks van boeken uitgeven, koffers ja. maken. Hoe moet je eigenlijk gewoon goed schrijven? Ik heb totaal geen schrijversachtergrond. Ja. Maar ja, ik dacht, ik ga gewoon schrijven. En dan zie ik wel, en mijn faal kwijt. En het een beetje indelen zoals ik het zie. En ik heb uiteindelijk iemand gevonden die me de auto correct kon doorvoeren. En uh, een designer uh, waar ik mee samenwerkte. En heb ik zelf het boek uitgebracht. Uitgegeven via Centraal uh, Boekenhuis. Nou, dan kom je ook bij de Bruna aan de ACO te liggen. En, uh, ja. en uiteindelijk, uh, ja, tiende druk gedaan met mijn boek. En uh, ik vond bestseller geweest. op Bol.com. volgens mij zes maanden of zo. toen dacht ik, nou, wel lachen. Hartstikke blij mee. En, uh, ja. en voor mij, dat is ook weer een hoofdstuk geweest waar ik wel geleerd heb. En ik heb mijn ei, zeg maar, mijn ei kon ik een beetje kwijt. En mensen op een bepaalde manier, ja. Een beetje confronteren, ook een beetje wakker maken erin. Ja. Dat ze erbij stilstaan. En als er maar één iemand iets verandert, ja, dan is dat al. Dan was ik al heel blij. Gelukkig zijn er veel meer mensen zijn er geweest. Veel meer, wat heb jij wat, zeg maar, jij hebt het boek gelezen? Ik heb het boek gelezen, ja, ik heb wel ja. degelijk dingen veranderd, ja. Oh, bedankt, ja ik ben ja. wel benieuwd. Uh... Ik heb nog niet alles toegepast, Nou ik heb hier bijvoorbeeld die koolstofstok uh, oh, <laughs> in het ja, water zitten. Uh, nice. Dat één ding. Ik heb zo'n uh, luchtzuiveraar beneden staan in de woonkamer. Uh, wat heb ik nog meer? Heb je al planten in je huis? Ja, planten ja. ook. Ja. Ja, luchtzuiverende planten heb ik ook inderdaad beneden. Ja. Uh, wat nog meer? We hebben laatst een, uh, een aardematje gekocht... Voor, uh, ja, waar je op kan zitten of uh, voor in bed, ja. zeg maar. Dus dat je altijd uh, geaard bent als je ja. in bed ligt. Ja, nou, nice. <laughs> en uh, een tandpasta zonder fluoride heb ik. Wow. Ja, ik heb nog wel een paar dingen die ik ook nog wel wil doen. Je hebt dus al heel je best... Van, ja, je hebt echt, ik denk dat nou, als je er wel één noemt... Want er... ...een gewoonte veranderen is zo moeilijk laatst. Ja. Je noemt er al zoveel op. Ik bedoel, dat is wel echt supergoed. Dat je ja, dat maar ja, David is ook wel extreem. Erin, hoor. Wel ja, als discipline. hij al is, dan uh, <laughs> ja. daar gaat hij ervoor. Gewoon, ja, ja ik, ik heb ook wel echt gewoon last gehad van dat feit wat je net zei... Van ...dat je op een gegeven moment ga je echt over alles nadenken en nadenken... Ja. ...ben je inderdaad, heb je meer stress van het feit van... ...oké, okay, ik, ik heb nu iets gegeten of ik ga nu iets eten. Maar nu heb ik wel, ook dat ik het wel weer los kan laten van... ...oké, okay, dan, nou ja, dan ga ik een keer het eten en dan is het misschien net niet helemaal. Of dan, ja. nou ja, mijn vriendin doet vaak de boodschappen... ...en dan ja. neemt ze misschien wel uh, normale appels mee. Ja, ja zo'n biologisch, biologische, pot. weet je wel. Weg ja, 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 ja. met die rotzooi, weet je ja. wel. Maar ja, ja. Dat, lees het boek, nee, ik, ga het boek niet lezen. Nee, 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 nee ja. dat gaat ze niet aan beginnen, denk nee, ik. Nee, nee, nee. Heel nee, leuk. dus dat soort dingen. Maar nou, dat is wel heel leuk. Want ja, ja. als je erin geïnteresseerd bent. dan uh, pak je dan denk ik wel uh, toch elke keer weer dingen op. en ga je ja, toch weer elke keer weer nieuwe dingen ook weer toevoegen. Ja, ja. ja heel dat, leuk. Het doet me ook heel veel goed. Uh, ja. uh, dat, ik heb er uh, ja. veel aan gehad. omdat het ja. ook het is heel praktisch is. Je, want je hebt gewoon inderdaad al die routines. je hele dag. Van, Oh ja, oh ja dit doe je natuurlijk. Ja, ja. Ja. Uh, deo trouwens, ik heb natuurlijk uh, deo. Ja, nice. ja, allemaal dat soort dingen. En ja. uh, zo, zo min mogelijk uh, zeep bijvoorbeeld gebruiken. In ieder geval ja, de normale zeep of cosmetica. Uh, Parfum gebruik ik niet meer. Ja, ja allemaal dat ja, of je maakt. Ja, want ik maak nu mezelf gemaakte parfum al heel ja. lang. En dan dat is wel grappig, want ik krijg gewoon van random mensen dan complimenten erover als ik het ik heb ja. nu bijvoorbeeld niet op. Maar van ja, ik doe gewoon etherische olie erbij. En, oh, ja. en, en ja. dan doe ik dat gewoon met water. En ja, ja dat, dat is ook een blijft goeie, Gewoon ja. een jaar lang blijft dat heel goed. En ja. het ruikt super lekker. En het is niet schadelijk voor je. Nee. ja. Als ik weet dat, kijk, er zijn natuurlijk waar we het ook over hadden. Je hebt een hele hoop dingen die je kan doen. Maar ja. wat zijn eigenlijk een beetje de, de, de grote dingen die je relatief makkelijk kan veranderen, waar je wel heel veel effect op kan. Uh, ja, hebben. ik denk misschien het allergrootste. Ik denk wel, er ja, zijn nou ja, twee dingen. Eén is best wel lastig, maar dat is je voedingspatroon veranderen. En dan heb ik het niet over of je veganistisch of paleo... of een carnivore dieet <laughs> moet gaan doen. Maar echt eigenlijk gezonder moet gaan eten. Dus daar heb ik het over bijvoorbeeld uh, met bewerkte olie mee gaan stoppen. Eigenlijk ga je gewoon je suikerconsumptie verminderen. Mm -hmm. uh, biologisch gaan eten. Um, ja, wat meer groente proberen toe te voegen uh, uh, en kijken echt wat op je bord ligt. van hey, komt dit uit de fabriek? Mm -hmm. Komt het uit een pakje of zakje? Of kan ik het eigenlijk gewoon zelf bereiden? Ja. En uh, dus ook echt zelf koken is een van mijn core principes. Maak je eigen eten, maak je eigen toetjes, maak je eigen snoepjes het liefst. Mm -hmm. um, dus eten is wel een heel erg belangrijk fundament van van. Ja, ik denk wel een leefstijl. Ja. En, en dan bijvoorbeeld twee... dan brood. Dat vind ja. ik met eten altijd een hele lastige. Want ja. Ja, brood is een beetje iets wat we in Nederland gewoon eigenlijk standaard altijd eten. Er zijn een hele mensen die ontbijten met brood, die lunchen met brood. Ja. Wat is ja. eigenlijk daar een beetje, ja, een beetje een goed evenwicht in? Want, ja. Ja, ja, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Nou, ik, heb, ik heb celiakie, dus ik mag eigenlijk officieel gezien geen brood eten. Ik heb toevallig een auto erop. Mm -hmm. En uh, uh, ik eet af en toe ook wel eens brood. En Pizza, ik denk dat brood, zeg maar, gezond is als je dat maakt of eet van oudere granen, ja, ja. Uh, die niet genetisch gemodificeerd zijn en die ook op een natuurlijke manier gefermenteerd zijn. Zoals de gluten en dat is, zeg maar, ja, gluten is eigenlijk de glue. Een beetje de stretch die je mm. hebt als je bijvoorbeeld tarwe meel als je een broodje maakt, mm -hmm. uh, mits de mensen weten hoe ze brood moeten maken, maar dat is heel stretchy uh, als je dat gaat fermenteren. Dus is een brood van maakt. Dan eet je eigenlijk een beetje de ongezonde gluten, worden dan een beetje opgegeten of de ongezonde verbindingen waar je mm. darmen last van kunnen hebben. Ik zou wel zeggen, wij hebben eigenlijk, we hebben een lange tijd hebben wij natuurlijk brood gegeten van bepaalde granen, maar dat waren echt oergranen. Dus dat is de einkorn, kamut, mm. spelt is best wel recent en dan heb je tarwe ja. is heel erg recent. En tarwe is zo erg, ook genetisch, uh, ja, veranderd door hybride rassen te creëren, dat daardoor dat dat, dat graan een soort van massaproductieproces heeft gekregen. Ja overal in verwerkt is. En het is niet zozeer dat brood slecht voor je is. Het gaat meer dat, zeg maar, de overkill aan het type, of het type graan dat je in je lijf krijgt. Dus als jij de hele dag door rijst eet, is ook niet goed voor je. Nee, nee. nee. En, als je, en als jij tarwe eet bij je ja, ontbijt en middag en dan spaghetti in de avond, dan is zoze, niet zozeer tarwe heel slecht, maar meer juist dat je continu niet geen variatie eet en continu hetzelfde eigenlijk tot je mm. neemt. Ja, precies. Ja, ik ben wel voorstander ervan, want ik heb bijvoorbeeld zelf ook, ik heb een moestuin. Een grote moestuin ook. En als ik dan denk, hé, hey, als ik zou moeten overleven, dan kan ik ervoor kiezen, ik ga een heel veld met pompoenen doen, even qua calorieën en energie die ik bijvoorbeeld eruit krijg, of zoek de aardappels mm. of aardappels. Dan krijg ik daar echt na nou, niet, niet, nou, duizend, misschien wel tienduizend aardappels uit die hele moestuin. Maar als ik brood moet gaan maken, dan krijg ik misschien niet eens twee broden eruit. Ja, ja, ja. En dan heb ik misschien een week kan ik overleven, tot zeg maar misschien dat ik dan een jaar lang op aardappels kan leven. Ja. Dus je hebt er ook weer zoveel grond uh, voor nodig. Je krijgt eigenlijk zo, zo weinig ja, nutriënten of voeding binnen. Um, en ik geloof dat er veel meer superieure voeding is. Dus als jij zegt: ja, Ik eet veel brood. Ja, ik zou zeggen: maak dan gewoon een pak zooi in de ochtend en doe er twee of drie eitjes bij. En bak het in uh, lams- of varkensvet. Mm. Dan heb je, naar mijn idee, een ontbijt wat uh, qua verhouding veel meer nutriënten geeft. En veel meer gezonde voedingsstoffen dan oh, ik eet een broodje met kaas. Ja. ja. Uh, dus ik, het is inderdaad gewoon meer het geval dat je gewoon heel veel van hetzelfde binnenkrijgt. en niet echt gevarieerd gaat eten daardoor. Dat maakt het eerder slecht, maar niet per se dat ja. brood aan zich slecht hoeft te zijn. Nee, als je brood een beetje op de oude manier zeg maar, eet. Dus ja. dat is uh, dus met, via gewoon een niet uh, mechanisch proces uh, meel van gemaakt. maar via gewoon een graanmolen. Dus dan komen ook andere typen vetzuren ook weer vrij. Mm -hmm. Biologisch getild, of liefst toch de meter. En de meter kan je ook heel goed bij gaande krijgen. Um, ja, en misschien, ja liefst uh, zuurdesem gemaakt. Je hebt tegenwoordig ook heel veel zuurdesembroden, ja. groeien ook, in, in de supermarkt liggen. Ja, je brood hoort uit drie ingrediënten of vier ingrediënten bestaan. Dus water, uh, gist of zuurdesem. Hmm. Uh, dan je tarwe en dan een beetje zout. Ja, ja. En niet de, de 20, 30 ingrediënten die je tegenwoordig hebt bij de supermarktbroden. Hmm. Ja, en dat is ongezond voor je. Hmm. Want dat, er zitten spulletjes en e-nummertjes bij en filsels bij en de kleurstofjes. Ja. Uh, ja, wat niet, uh, niet goed voor je is. Maar ja, ik ben over brood sta heel ja, ben ik een beetje breder in. Weet je, als jij er goed op gaat en je gaat goed naar het toilet van brood. en je voelt je goed, en je krijgt de energie van. je hebt er nooit last van. je hebt geen last van allergieën of kortademigheid. of. Uh, dan moet je gewoon lekker gezond brood blijven eten. Ik kan er niet tegen als ik een broodje eet. ben ik na een half uur, denk ik, moet gaan slapen op de bank. Hmm. Ik ben gewoon knettermoe, word ik ervan. En dat geldt voor iedereen anders. Dus je, je moet voeding zoeken wat bij jou past. En uh, ook een beetje, ja, dat is misschien raar, maar evolutionair of genetisch bij je past. Weet je, wat hebben jouw ouders en misschien ook je grootouders gegeten? Ga daar een beetje ja. aan denken. Oké, okay, wat aten zij? Dat zal waarschijnlijk ook beter bij jouw microbiome of bij je darmenbioom passen. Ja. In plaats van dat jij mais gaat eten uit uh, Mexico, uh, uh, waar jouw ouders of misschien opa en oma nog niet eens toegang tot hadden uh, ja. 50, 60, 70, 80 jaar geleden. Ja, ja, en heb je bijvoorbeeld ook verdiept in bloedonderzoek, want je hebt bijvoorbeeld ook mensen die dan echt gewoon ja. gaan onderzoeken waar ze zeg maar fel op reageren en dan komen ja. ze eigenlijk bijvoorbeeld achter dat het helemaal niet voor hun niet goed is om bijvoorbeeld bananen te eten of iets zoals ja. ze misschien normaal heel, heel vaak eten. Ja, nee, ik heb ook bloedonderzoek bij mezelf aan en daardoor kwam ik achter dat ik extreem reageerde op allerlei uh, ja, glutengramen. En Dat was zo extreem dat ik daardoor ook weer. En, en Dan moet je een endoscopie doen. Dus dan gaan ze in je darm kijken. Dus, Oké, okay, het lijkt wel Chernobyl. En heb je hebt echt Soliakie en ja. een hoge gradatie. Mm. Dus jij moet er echt mee stoppen. Maar je kan ook zien of je notenallergieën hebt. En ja, je ziet waar je, ja, je bloed, of je ziet waar je lichaam een soort van antistof uh, van aanmaakt. Of uh, ja, een soort van uh, allergisch op reageert. Mm -hmm. En dan kan je wel zeggen, ik ga dat vermijden. Maar het kan ook misschien zijn omdat dat heel erg veel, omdat je het heel erg veel eet dat het dus een, een, in je bloed een hogere prikkel geeft. En ja. Omdat je, ja, je hebt dat in je bloed, dus dat komt ook naar buiten. Als jij geen lever eet, dan komt ook die reactie niet naar boven, bijvoorbeeld, mm. in je bloedwaardes. Um, maar bij sommigen kan dat goed werken, maar dan moet je altijd wel met andere testen weer verifiëren. Is het dan daadwerkelijk zo? En dan ga je het ook gewoon een dagboek bijhouden. Hé, hey, ik heb ja. dit gegeten. Oké, okay. als ik zuivel eet, wauw, ik word een kwartier na, word ik gewoon echt stond voor bijvoorbeeld. Mm. Ja. Of uh, ja, als jij koffie drinkt, misschien kan je helemaal niet tegen koffie drinken. Ja. En zo moet je eigenlijk voor jezelf bepalen wat past bij jou. Want je hebt allemaal goeroes. En ik kan ook wel zeggen, ik ben een guru, ik heb een boek geschreven. Maar ik kwam er ook niet uit. En ja. nu ben je weer tien jaar verder. En dan denk je van ja, al die boeken. En ik heb carnivore ook gedaan en veganisme gedaan. En ik realiseer me bijvoorbeeld bij veganistisch dieet ging ik heel slecht op. En ik ging heel erg goed op carnivore. Supergoed ga ik erop. Maar wel aangevuld met gekookte groentes. En wat meer fruit. En ja. uh, witte rijst, bijvoorbeeld. Niet van koolrijst. Ja. Dus, uh, dus dat, ja, dat past bij mij heel erg. En dat kan bij anderen weer niet goed passen. Ja, dat is, uh, dat is ook een beetje je eigen zoektocht. Maar ja, er zijn. Dat is gewoon inderdaad lastig met voeding. Je kan niet ja. echt één ding zeggen van. Nou, dit is goed. Of dat nee. is slecht. Je kan alleen benoemen wat de voordelen kunnen zijn van het ene en het ander. Ja, en uiteindelijk ja. is het gewoon echt puur per persoon verschillend. Wat er voor reacties gaan plaatsvinden. Ja, maar er zijn wel natuurlijk basisprincipes. Dat ja, ik zeker. bedoel, als ik jou in een hok gooi in een dierentuin en je bent als mens mensdier zit jij daar in een kooi, dan ga ik jou geen M&M's of Snickers toegooien. <laughs> Weet je, ik bedoel of nee. <laughs> of bamboestokken. Ik drie dagen dood. <laughs> nee, dat, ik bedoel, dat gaat niet werken. Nee, dus zeker. we weten allemaal wat wat gewoon gezonde voeding is. Ja. Ja. En dat, 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 dat wisten we eigenlijk al duizenden en tienduizenden jaren, even afhankelijk hoe lang de mensen hier wel of niet heeft rondgelopen. Ja. We weten wat gezonde voeding is. Want We weten het ook wat een, een bewijs dolfijn moet eten. We weten ook wat een gorilla moet ja, eten. Ja, ja. Mm. ja, we weten eigenlijk niet wat wij moeten eten. Wat wij moeten eten. Maar we weten wel wat we moeten eten. Alleen ja. de corporaties en de bedrijven en de voedselindustrie heeft dat zo. Ja, beïnvloed ja. Met ja zo enorm beïnvloed met marketing en met ja, bewerkte ja. voeding die je tot je krijgt natuurlijk. Dus een supermarkt heeft heel erg verkeerd beïnvloed. En dat ver, verleert eigenlijk ook wat, wat we normaal zouden, zouden moeten eten. Ja. Ja. ja, dus stel dat je, dat is wel een tip voor jullie, weet je, als je je verveelt... Dan zou ik zeggen, ga lekker een weekendje een keer wild kamperen. Wel met een expert zou ik aanraden. Bijvoorbeeld mm -hmm. in Frankrijk of in Noorwegen, whatever. Ja. En dan realiseer je pas, oké, okay, dit is natuurvoeding. Mm -hmm. is seizoensgebonden. Het komt uit de buurt. Want je, kan het, je hebt geen fiets, je hebt geen auto, je bent aan het lopen. Ja. En dan denk ik, oké, okay, ja, dat komt in de winter eruit. Dat komt in de zomer eruit. Dit kan, is wel giftig, dit is niet giftig. Mm -hmm. Ja, en dat is voornamelijk ja, voeding wat uit één ingrediënt bestaat. Ja. Eén walnoot, mm -hmm. één vis. En dat is een bepaalde soort vis of een vogeltje of een kikkertje. Uh, en ik heb ook insecten gegeten, die kunnen ook heel lekker zijn. Je moet ook weten wat je dan eet. En ja, dat is uh, uiteindelijk weer per regio, per seizoen. Uh, ja, is dat de voeding die bij je past? En dat is gewoon door onze 24 uur economie... is dat gewoon helemaal veranderd. Mm -hmm. En, ja. uh, en door de uitvinding van de vriezer en de koelkast. En, en inblikken is natuurlijk alles zo erg veranderd. Wat, dan, wat is dan voeding, wat bij ons past, wat we aan alles kunnen komen. Mm -hmm. ja, ja. En je had het net ook over uh, bewerkte olieën. Ja. Dus dan heb je meer, uh, ja, dan heb je meer bijvoorbeeld, uh, hoe noem je dat? koolzaadolie, dat soort dingen, denk ik. Meer, uh, ja, eigenlijk alle oh, want Ja, kijk, het is nu heel erg al die, die, ik noem het even, die. Uh, Voedselgoed, ja, ja. zonnebloempitolie is heel erg ongezond voor je en sojaolie is heel erg ongezond. Mm -hmm. Ja, de chemisch bewerkte olie is heel slecht, want chemisch bewerkte olijfolie is ook heel slecht voor je en ja. chemisch bewerkte kokosolie is ook heel slecht voor je. Mm -hmm. Maar als jij zonnebloempitten gewoon tilt en je gaat dat gewoon persen en je gaat dat gebruiken om te koken of om je sla doen, is super gezond voor je. Mm -hmm. Maar wat die voedselindustrie doet, die gaat al die, die katoenzaadolie en raapzaadolie, wat wat ze allemaal gebruiken. Ja. Dat gaan ze zodanig bewerken dat het geurloos wordt, kleurloos wordt, smaakloos wordt. Dus eigenlijk eet je een compleet chemisch proces. Of ja. dat drinkje, of whatever dat je mee doet, en een bak je in. Dat ga je aanbakken en wordt nog zwaar kankerverwekkend erdoor. Want er komt dan nog een chemisch proces erbij, dat je het nog een keer heel erg gaat verhitten. Mm -hmm. Ja, en, en dat krijgen mensen nu dagelijks binnen. En dat zit... Uh, zit overal zit, in, Ja, toch? het zit overal in. Maar dat zit ja. alleen in bewerkte voeding. Ja, ja. maar raapzaadolie en zo... ...dat dus zit bijvoorbeeld in heel veel bewerkte dingen... Zit, ja, ...zitten dat soort oliën. Ja, alle koekjes, crackers... Ja. ...het kan in chips gebakken zijn... ...het zit in broden tegenwoordig. Ja. Maar dat zit allemaal weer voor de houdbaarheid... ...maar ook bijvoorbeeld om een roomboter... ...wat een duurder product is... ...te vervangen met een goedkoper ja, product. Precies. Ja, precies. En oh, we hebben in... wel dezelfde textuur bereikt... Ja. Nou, oké, okay, prima, weet je. En, en ook nog wat minder calorieën erin gekregen... en misschien ja. wat minder vetten erin... want ja, het is gewoon een dood product wat je vreet. Ja. Maar eigenlijk krijg je zo'n giftig, toxisch product erin. Dus echt, het moment dat jij zoiets eet... gaat dat kankercellen aanzetten. Ja, echt. Ik bedoel, en, en, en ja, dat, dat is gewoon... Ja, dat is een feit. En, Bizar. En ik geloof wel dat onze DNA DNA's... allemaal heel goed in elkaar... maar alles waar, wat zeg maar ongezond voor ons is... is epigenetisch, dus omgeving. Mm -hmm. Dus, dus mm -hmm. voeding, stress, gedachten, rook... ongezonde lucht, uh, water, whatever... Dat is epigenetisch en daar heb je ook heel veel invloed op. Ja. En sommige dingen waar je geen invloed hebt, ja, oké, okay. zo ja, so be het. Je bent hier aan het inademen. Je komt in je huis. Ja, mm -hmm. dat, dat is niet helemaal 100% schone berglucht uh, meer. Wat we vroeger hebben, oké, okay, maar dan moet je gewoon accepteren. Ja, ja. Ja, maar dat is ook wel vaak dan het, het ding, dan zeggen mensen van ja, maar er is zoveel slecht voor je en dat is dan ook weer een reden dan om bepaalde dingen niet aan te pakken voor hun dan om te zeggen ja. van ja, maar je ademt ook dit in en je drinkt ook dit en het maakt allemaal niks uit. Maar ja, het ja, is... ja dat, is, maar dat zijn de mensen die wel veel sneller eerder de chronische ziektes krijgen. Ja. En, uh, ja, ja, de, ja, er is heel veel ongezond om ons heen. Helaas daar hebben we weinig invloed op en waar je wel invloed hebt, ja, waarom ga je er niet mee aan de gang? Ja, gaan? precies. Dan die dingen waar je wel invloed op hebt, zou ik dan proberen zo goed mogelijk te doen. En ja, waar je niks aan kan doen, is dan ja, dat moet je dan maar voor lief nemen. Ja. Dan heb je er in ieder geval iets aan gedaan. Ja, nee, precies. Ja. En uh, wat jij al aangaf, je binnen je huis heb je een luchtfilter of planten staan en, en ik denk ook wel een hele goede tip zou zijn om met natuurlijke schoonmaakmiddelen te uh, ja, werken, want dat, dat zijn de meest kankerverwekkende stoffen weer binnen het huis. Ja. Mm -hmm. Uh, ja, dus, dus ja, zo heb je bij alles, ja, draag je eigenlijk een steentje bij, dat we allemaal weer terug moeten naar hoe was het vroeger? Ja. Hoe maakten we vroeger schoon? Of hoe ja. waren we vroeger aan het wassen? En, en, en ja, en en gewoon zo dicht mogelijk bij de natuur blijven met alle, alle huidverzorgingsproducten, alles, gewoon ja. alle producten die ja. je tot je neemt of in je directe omgeving zitten wil je eigenlijk gewoon zo natuurlijk mogelijk zo min mogelijk productieproces van waar een heel lang chemisch proces aan vooraf ja. gaat mm. dat wil je eigenlijk zo zo kort mogelijk houden. Ja, en dan misschien zelfs gewoon zelf maken ook. Mm. Het is heel makkelijk ja. om je eigen deo te maken, het is heel makkelijk om zelf tandpasta te maken. Of sterker nog als je heel gezond eet, heb je geen tampaasta nodig. Weet je, dat is <laughs> van waarom gebruiken we tandpasta? of moet je je haar wel wassen één keer per week, elke dag of één keer per maand? Ik bedoel ik ken geen dieren in de natuur die hun haar hebben gewassen. Gewoon nee. geen Nee, ik was mijn haar nooit. Nee, nee maar heel Alleen goed. Alleen met water. Want ik, ik heb gewoon... Ik heb zeg maar een tijdje gehad dat ik... Elke keer als ik mijn haar waste, kreeg gewoon Daarna had ik gewoon wekenlang gewoon last van een droge hoofdhuid. Ja, Want ja. nu heb ik bijvoorbeeld ook... Als ik nu dan een keer denk van... Oké, okay, ik ga naar de kapper. Ik was mijn haar wel een keer. Dan heb ik gewoon daarna wekenlang... Dat ik af en aan een droge hoofdhuid heb. Terwijl ja. ik nu... Ik was gewoon mijn haar met water. En ik merk gewoon dat... ...vanzelf dat vet verdwijnt gewoon... ...omdat je hoofdhuid gewoon datzelfde aanmaakt... Om, ja. om, het, ...om het weer te verschonen. Mm -hmm. ja. ik heb echt, sindsdien heb ik daar eigenlijk nooit meer echt last van. van nee, het maar dat is het. ook super. Ja, ja is Misschien heel raar, je, je hoeft je helemaal niet te wassen. Nee. Maar. En sterker nog, ik weet nu al dat als... ...stel, de, vandaag valt de stroom uit... Mm -hmm. ...en Nederlanders kunnen niet meer warm gaan douchen... ...en je moet in één keer zo'n ijskoude douche nemen... ...ik denk dat het misschien één op de... Nou, ...misschien één op de honderd mensen... ...denkt, nou, ik ga wel elke dag koud blijven douchen... ...en blijven soppen... Maar heel veel mensen denken: hey, ik ga toch misschien wel twee, drie, vier dagen nu gewoon overslaan. Ja. Mm. Of even met een washandje ja, alleen langs me ook soms. Ja, dat is omdat we natuurlijk, natuurlijk zoveel moderne gemakken gekregen hebben. Sommige moderne gemakken zijn, uh, kunnen heel bevorderend zijn, andere weer niet. En dat is bijvoorbeeld nou, ja, warm douchen. is ook een, een voorbeeld van: uh, alles is heel comfortabel gemaakt. Ja, en, en ja, en dat maakt weer een soort van dat je, je je huid eigenlijk, je, je, ja je microbiome weer op je huid, wordt er afgespoeld, je vetlaag ja. gaat eraf, je krijgt sneller schilvertjes. Ja. En dan moet je dan weer in gaan smeren om het in te vetten. Ja. En dan smeer je dan weer in met giftige ja, troep. Ja, ja. Uh, en, en dan, ja, dan is het een beetje water naar de zee draagt. Waar ik ook denk hey, hé, eigenlijk kan je misschien kouder douchen. Of mm. koud douchen. Mm. Of veel minder douchen. Of misschien niet douchen. Niet zeggen dat ik niet douche hoor. Ik bedoel, ik douche, ik vind het heel lekker, maar mm. ik douche wel gewoon koud eigenlijk. Of ja. lauw warm. Oh, ja, die ja. gaat niet. Dat ga eh, uh, Nee, het zit bij mij gewoon tussen koud en uh, wat 20 graden. 20 ja, precies. Graden, zo. Prima. Ja. 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 Dan ik blijft ik het ook nog een klein beetje. Te doen. Lekker, ja, het <laughs> ja, ja, warm douchen wilt... douche is super lekker. Ja, ik start, altijd maar even... ik start altijd met warm douchen en dat doe ik dan eigenlijk gewoon drie minuten. En daarna uh, doe ik altijd twee minuten echt gewoon ijskoud. Dus gewoon op zo koud mogelijk. En dat doe ja. ik gewoon altijd. En dan, uh, maar ik vind het wel gewoon lekker om de eerste drie minuten even. Ja, ja, dat is ja. ontspanning. <laughs> ja, ja, nee, maar, het is, maar warmte is ook ontspanning. Mm. Maar als je bijvoorbeeld, ik ben net uit Curaçao teruggekomen, daar moet ik niet denken om in een warme douche te gaan. Nee, nee. nee. Dan wil je alleen maar met koude douches Dus het ligt ook weer aan, welk klimaat zit je op dat moment. En net mm. zoals het hier zomer is, wil je ook liever koud afdouchen in plaats van een hit. Of dan ga je ook niet heel snel een hele warme sauna in. En nu heb je ook heel erg de, de. Niet om Wim Hof af te schieten of zo, maar je hebt heel erg de tendens. Ik was laatst... Uh, vorige week, was we hadden een strandwandeling waar je aan maken met de hond. Mm -hmm. En dan gaan er opeens twee meiden. Het is echt fucking koud, hè. Ik denk twee graden en bescheveningen. Uh, en, mm -hmm. en die gaan <laughs> gewoon in een onderbroek, gewoon de zee in. Ja. En ik kijk mijn vriendin aan, en ik denk: wat gebeurt hier eigenlijk? En omdat het natuurlijk zo hipster is, oh, we gaan allemaal koudplonsen doen. Ja, ja. En die meiden kwamen tot hun knieën erin. En die werden opeens gewoon paarsblauw en die gingen er weer uit. En die kregen zo'n stressreactie ervan. Ja. Dus die gingen niet eens het water in op een gegeven ja. moment. Omdat ze gewoon te koud hadden. Mm. En dan, dan, dan zien wij om ons heen, oh ja, dat is misschien heel gezond. Maar bij sommige mensen kan dat juist heel ongezond zijn. Het ja, is mm. dus ook de manier waarop je het doet. Ja. En ook of je lichaam daar ook al klaar voor is. Ja. Wat Wim Hof daar ook over zei, op een gegeven moment als jij ingaat en je krijgt je ademhaling niet onder controle dan moet je dat moet je niet zo ver nog gaan je nee, moet dat nee. echt langzaam aan wennen totdat jij je ademhaling ook onder controle kan en je lichaam kan ontspannen en dan kan je inderdaad een keer tot zo'n extreme gaan dat je echt ja. ijskoud water in gaat maar niet in een keer vanuit niets naar bam, hup, nee dus dat, dat ja dat, dat <laughs> zag ik dus ook gebeuren Tuurlijk, is koud plons dus is natuurlijk fantastisch voor je maar het is ook een stressor voor je lichaam ja en uh, ja elke stressor weet je breng je in een bepaalde flight of fight modus ja en we zitten al in bijvoorbeeld in een hele stressvolle maatschappij. Ja, dan, dan moet je juist, geloof ik, het ook een, een beetje proberen te vermijden. Ja, en, wat, het is, en dat is ook gewoon weer aanvoelen, denk ik. Want bijvoorbeeld ja. wat, wat ik heel erg doe met dat koude douche. Ik, op het moment dat ik inderdaad een aantal dagen heel erg stressvol heb gewerkt... misschien ja. ook wat koffie heb gedronken... en dat ik echt merk dat mijn lichaam eigenlijk gewoon in de stressmodus zit... dan ga ik niet meer koud douchen. Omdat ik dan weet van ja, dan zit je eigenlijk nog weer een setje te geven ja. naar ja. meer stress. Ja. En dan neem ik juist het moment om even, even on on-stressen, zeg maar... Ja. Maar op het moment dat ik juist in de ritme zit, dat ik echt merk van dat ik gewoon lekker slaap, uh, genoeg, wel gezonde stress krijg, zeg maar dat ik, waar ik sterker van word, dan stimuleer ik juist dat weer aan door wel die koude douche te nemen. En dan ja. is het gewoon. Ja, maar jij luistert gewoon afdommen. heel goed naar je lichaam. Ja. En, en het is zo grappig dat we nu het puntje stress aanhouden. Want je zegt, Wat zijn de belangrijkste dingen die voor je gezondheid kunnen werken? Is dus ja één ding, voeding. Maar, en misschien net zo belangrijk is stressreductie, ja. mm -hmm. of stress niet opzoeken, en ook bewust worden van wat jouw stress geeft. En dat is al, dat kan je werk zijn, maar dat kan ook uh, vervelend nieuws bekijken op jouw telefoon de hele dag. Of je hebt een slechte relatie met je familie of zo. Of iemand in zitten, dat kunnen natuurlijk, je hebt kan heel of financiële problemen. Je kan natuurlijk heel veel stress horen hebben. En ik denk dat dat een van de grootste doelstellingen moet zijn, Dus niet om hele mooie sportschoenen te kopen en dat te gaan verzamelen. Uh, mm. Mm. Maar juist ja, heb ik bepaalde stressor in mijn leven. Hoe kan ik die juist verminderen en vermijden? Dat, dat, en dan met gezond eten erbij. En dan kijken naar je voeding. Ja. Dat, dat de twee, alle twee belangrijkste dingen zijn om je gezondheid gewoon echt enorm te verbeteren. Ja. ja dan heb je daarnaast heb je natuurlijk goede slaap en gaan bewegen. Maar ja, als je heel veel stress hebt en je gaat heel veel bewegen of je moet obsessief gaan sporten of in de sportschool. Ja. krijg je ook weer bepaalde stresshoren die ook weer je stressniveau kunnen verhogen. Ja. Dus dus je. Uh, en dan ga je misschien weer veel meer eten. Want je hebt heel hard getraind, heel hard gesport en je denkt, Oh, ik vet honger dan ga je uiteindelijk ook meer eten want je verbrandt meer energie dan ga je misschien sneller ongezond eten ja. dus als je eerst die paar baas dekt dan kan je uiteindelijk ook die andere grote domino stenen af gaan vinken ja. ja we hadden hier laatst wel een interessante discussie over hè? want er zaten we net ook een beetje van aan de ene kant wil je inderdaad uh, ja, goed naar je lichaam luisteren uh, zorg dat je niet te veel stress krijgt maar aan de andere kant wil je soms ook je standaard verhogen of jezelf ja. juist even de hemel doorheen door die grens heen beuken ja, om ja. wel weer op een Plek te komen waar je ook weer achter komt. Van oké, okay, wat kan mijn lichaam nou eigenlijk aan? En hoeveel kan ik uh, handelen? Ja. En dat je daardoor ook juist weer bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of je David Goggins kent. Ja, ken ik, Ja. Kijk, die is juist heel erg van die stress opzoeken en in het hele extreme gaan. En hij zegt ook, ja, weet je, ik, ik raad niet aan voor iedereen om 200 maal te gaan rennen of wat dan ook. Ja. Maar hij is wel heel erg van, ja, zoek wel die dingen op en beukt er soms ook doorheen. Ja. En dat is altijd een beetje lastig, want aan de ene kant wil je inderdaad gewoon intunen met je lichaam, luisteren van, oké, okay, ik krijg nu te veel stress. Maar aan de andere kant wil je soms ook een beetje... Ja, toch een beetje, ja, veel ja, het heen. Het ja, 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 en dat je iets gepresteerd hebt. Ja. Dus ik bedoel, natuurlijk, ja, stress heeft ervoor nadenken. Het is even, gewoon lichter aan hoe je, hoe je het zeg maar bekijkt. En David Goggins is echt een extreme variant van stress opzoeken, vind ik. Ja, ja zeker. En, die, en, die, en zijn routines, die, die zou ik nooit willen en kunnen <laughs> nabootsen. <Nee, dat laughs> maar uh, ik bedoel, ik krijg al stress als ik naar hem kijk en luister. Maar nee, kijk, iedereen op zijn op zijn eigen manier een tempo. En wij zijn natuurlijk gemaakt om, om ja, met stress dingen te presteren die je normaal niet kan doen. Het mm. kan, kan voor het ondernemen zijn dat je hey, iets mee. Ik maak iets heel stressels mee, maar ik maak het naar iets positiefs. Ja. Ik heb het wel nodig ja. gehad om mee te maken. En daar leer ik weer van. En we gaan weer door naar het volgende niveau. En we gaan weer een niveau hoger. En ja. oh, ik heb vijf kilometer grens. Oh, is zou vijf, fijn Maar zes kilometer gaan. Mm. Geef je weer een strel. Oh, misschien nu een acht kilometer. Mm. En, ja. Ja, dat zijn natuurlijk ook de uitdagingen. Dat gaat natuurlijk gepaard met... Ja, misschien een klein beetje stress of meer. Je wil natuurlijk uh, mm. ja, bepaalde dingen bereiken in je leven. En ook weer voor iedereen is dat individueel. Ja, zeker. Dus ik merkte ook wow. van... ja, weet je, bij mij... Ja, sporten vind ik wel heel leuk om te doen... maar ik hou niet meer van sportschoolsporten. Dan, denk ik, ja, dan voel ik me een of ander robot... die, uh, die dingen aan doen is of aan trainen is. Dus ik vind het eigenlijk veel leuk om bijvoorbeeld te tennissen... of tafeltennis te doen of te gaan basismallen. Dus dat je vergeet dat je aan het sporten bent... en aan het bewegen bent... en dat je een leuke activiteit aan het beleven bent. dynamisch ja. gewoon. Ja, ja, en dat ik dan toevallig dynamisch sport... en heel anders beweeg... en ook vet veel zweet... en dat en, en, en het heel goed is voor mijn immuunsysteem. Daar denk ik eigenlijk niet eens meer over na. Maar als je bijvoorbeeld heel bewust... ik ga naar een sportschool... want ik moet vandaag een ja. uur op de treadmill... En ik, ik moet een half uur moet mijn biceps gaan trainen. En dan ga je op een hele andere manier eigenlijk naar een sportschool toe. En dan denk je, is het eigenlijk wel leuk wat je dan doet? Ja. Ja. Waarom doe je dit? Omdat iedereen op jouw Instagram feed allemaal buikspieren heeft van tegenwoordig. Dat je dan denkt, ah, ik, ja, ik moet dat ook gaan creëren. Hm? Maar misschien dacht jij... Ja, ik vond het eigenlijk veel leuk om gewoon te gaan tennis, eigenlijk of een beetje te gaan voetballen. Ja. ja, maar het is misschien ook wel een beetje inderdaad welke levensfase je in zit. Want ja. ik bedoel, jij bent nu op een punt gekomen dat je eigenlijk al, ja, je kan jezelf nu gepensioneerd noemen. Klinkt misschien wel heel, heel raar. Ik voel me gewoon als... ja. ja. man man. Ja. Ja. Maar dan kun je natuurlijk ook gewoon heel makkelijk uh, er op die manier over denken. Maar bijvoorbeeld, als je misschien bijvoorbeeld in jouw eerdere levensfase, waar je dat bedrijf ja. had opgebouwd, zes was. weken geleden. Ja, 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 ja waar je echt even... een bedrijf mee aan het opbouwen ja. was, bijvoorbeeld ook gewoon uh, met, de, met de clubs. Uh, ja. en dat je daar echt volop in zit. Ja. Toen was je misschien ook weer juist weer heel anders, misschien meer gedisciplineerd, wel ja. al die doelen, keiharde doelen zetten. Ja. En ja, hoe, hoe is dat eigenlijk voor jou dat proces verlopen? Want nu ben je eigenlijk gewoon compleet tegenovergesteld met. Ja, je verandert gewoon. Ja. ja ik heb het idee dat ik gewoon een ander leven heb geleid. Althans, als ik lijkt niet eens meer dezelfde persoon. Tuurlijk is mijn karakter redelijk hetzelfde gebleven. Hè? Maar toen was voor mij heel erg gelddriven en heel erg spieren trainen en uiterlijke mm. show. Ik moest echt een mannetje zijn en overal de center of attention. En uh, ja, helemaal geen diepgaande gesprekken, heel erg alles op de oppervlakte, totaal ook niet spiritueel bezig en um, ook geen diepgaande vriendschappen zo. En, en ja, ik ben daar echt het complete tegenovergestelde in gegaan. Mm -hmm. Maar dat op een gegeven moment, ik denk met mijn bewustwording daar groei je ook in. En ik denk ook wel als je een beetje open staat met je lichaam. Dat je denkt: hé, hey, ik, ja, ik voel bepaalde dingen. Hey, dit is niet meer lekker, dit past niet meer bij me. Dus mijn vorige bedrijf past niet bij me. Maar ik had het vorige bedrijf wel moeten ervaren. Om te realiseren: oké, okay, dit is eigenlijk niet meer wat ik wil doen. Ja. Maar ik heb het ook fantastisch leuk gehad. Ik echt dacht: wauw, man, ik bedoel, dit is het allerleukste dat ik ooit kan doen. Mm. En um, ja, ik denk dat je gewoon gaandeweg ook naarmate je ouder wordt, je, ja je leert ook gewoon meer. En nu is voor mij nog steeds dat ik echt denk, ik lijken alsof ik in een soort van diepe put ben gevallen. Weet je wat? Dat ik erin kijk en denk van oké, okay, ik ga er nu in duiken, maar waar kom ik uit? Ik weet het niet. En opeens krijg ik geen e-mails meer binnen van mijn werk, ik krijg geen belletjes meer binnen, geen WhatsApp. Ook geen leuke telefoontjes, maar ook geen stresstelefoontjes. Dus ik ben opeens, hé, hey, ik ben niet meer belangrijk voor de wereld. Ik doe ja. er gewoon niet meer toe. Mm -hmm. En elke keer kom je naar en dan kom je naar vrienden toe of naar familie. Ja, wat ga je nu doen? Wat, wat, wat gaat je leven nou weer je leven maken? Ik zeg, godverdomme, ik heb met echt... Ja, ik kapot werk. Mag ik heb gewoon twee weken niks doen? Weet je, mag ik een pauze houden? Maar iedereen verwacht een bepaalde prestatie... en dan krijg je weer zo'n druk van je moet weer bouwen en weer doen. En ik denk, nee, ik wil helemaal, eigenlijk helemaal niks doen. Ik wil even niet presteren. En even, ja, maar, ik, ja, maar ga, ja, wat ga je doen? Ja, ik ga gewoon nadenken wat ik wel wil. Ja, dat, dat, is, dat klinkt allemaal zo spiritueel. Dat, dat, dat konden wij vroeger nooit allemaal doen. <laughs> En uh, ja, ik geloof wel dat ook het digitale tijdperk... ...heeft het ons allemaal wel veel makkelijker gemaakt. En uh, ook misschien op een bepaalde manier qua ondernemen Je kan zelf veel meer doen. En uh, ook leuk om te zien hoe, hoe jong ook ondernemers nu ook zijn geworden. Ja. Dat jullie ook vertellen wat voor bedrijf jullie uh, eigenlijk daarnaast doen. Naast dit bedrijf alweer. Ja. En uh, ja, dat is toch wel hartstikke inspirerend ook. Mm -hmm. ja. hoe, hoe is dat eigenlijk? Want... Je, je vertelde net van ja, eerst wat echt gedreven door bijvoorbeeld geld, gespierd, ja. echt het mannetje zijn. Sportauto rijden. Ja. Ja. Dus ja. eigenlijk best wel gewoon allemaal ego, zeg maar, ja. opbouwen. Ja buitenkant. Dat, ja, buitenkant. Ja, buitenkant. En hoe is dat toen? Want op een gegeven moment heb je toen een beetje die switch gemaakt en merkte je van oké, okay, ja, ik, ik bouw wel een heel leuke, uh, ik heb misschien een hele leuke sportauto, ik heb misschien veel geld op de bank. Ja. Maar ik voel me eigenlijk gewoon lichamelijk gewoon echt bagger. Ja. En hoe ja. is dat toen op een gegeven moment? Want ja, dan heb je natuurlijk wel een ego opgebouwd, een bepaald uiterlijk vertoon. En hoe is dat toen? Ja, want dan... Ga je in één keer veranderen, gaat je omgeving ook veranderen? Hoe is dat toen voor jou? Uh, hoe is dat gelopen? Ja, eigenlijk alles is veranderd. Een hele vriendenkring is ook veranderd door. Uh, ook mijn netwerk is daardoor veranderd. Gewoon mijn zakelijke netwerk. Omdat je maakt zo. Ja, ik weet niet, op een gegeven moment kan je jezelf gewoon zien. Niet zozeer in een spiegel, maar je ziet, hey, dit is wat ik eigenlijk ben. Dit heb ik neergezet. Dit wil ik niet meer zijn. Dit ben ik niet meer. En dit is gewoon slecht voor me. En als je daar zo bewust van bent. Ja en I don't give a fuck wat andere mensen dan van me denken. Ik vond het gewoon niet meer erg. Oké, okay, ik ga ja. gewoon in mijn schuur groentesapjes persen. <tosses> Hoe fucking cares wat andere mensen van denken? En dat heb ik altijd al wel gehad. Dat maakt me niet uit of ik een baggeren schoenen loop en een gat in mijn broek. Weet je? Dat interesseert me niet zoveel. Uh, wat andere mensen eigenlijk van me denken, dat vond ik op het begin heel erg belangrijk. Maar daar ben ik heel erg uitgegroeid. Dan heb ik, uh, ja, het interesseerde me eigenlijk gewoon helemaal niet meer. Dus dan ga je gewoon doen wat jij, ja, wat je weer wat je leuk vindt en waar je passie zit. En ik denk dat. Dat kunnen de kleine dingen zijn. Het, ik vind het heel erg leuk om origami te vouwen. Daar krijg je een passie van. En dat te leren naar in te En dan ga je dat de hele dag doen. Maar het kan ook zijn dat je het heel leuk vindt om klantenservice de hele dag te doen. En dat je daar een passie voor hebt. En bij mij heb ik kortstondige passies. Dus ik heb, met uitgaan had ik een passie. Vond ik extreem leuk. En naar festivals gaan. En met DJ's in contact komen. En muziek. Geweldig. Ik vind muziek natuurlijk nog steeds leuk. Maar ik ging van het, als je een groot bedrijf krijgt. Dan ga je van dat, wat je als passie mee begon. Dat wordt op een gegeven moment aandeelhoudersvergadering mm -hmm. jaarbalansen bekijken en personeel managen. En ik dacht, ja, maar dat is niet wat, wat ik leuk vond. Maar ja, ik, niet meer terug, ik kon niet meer terug naar wat mijn passie was. Mm -hmm. En bij Sapje bij op een gegeven moment volgde bij, oh, ik vond het leuk om sapjes te persen en met mensen thuis te komen en te vertellen hoe een DieterScure werkt en uh, daar mensen in te inspireren. Maar op een gegeven moment, ja, dan zit je de hele dag op de computer, e-mails te beantwoorden, bestellingen te verwerken, klantservice doen, mensen te managen, kijken hoe je omzet gaat, inkoop ja. doen. En dan ben je eigenlijk weer bezig met het creatieve proces, wat, wat mijn passie er was. Mm -hmm. Dus dat is wel el, elke keer mijn leidraad. dat ik iets zoek wat ik heel erg ja, leuk vind en wat me energie geeft. Ja. Ja. En ja, dat moet ik nu ook weer een beetje gaan ontdekken, zeg maar. Van nou, oké, okay, dan moet je dan weer. dus die deur sluiten. En dan ja, wat, wat komt daar weer op me af? Ja, het leven zal weer geleid worden zoals het gaat. Ja. Niks is toeval. En is dat dan ook misschien een beetje het geheime ingrediënt? Die passie. En dan ook gewoon. Ja. Dingen durven loslaten als je merkt: Oké, okay, hier ligt mijn passie niet meer. En dan je misschien volledig op iets storten. Ja, ik denk Ja, eigenlijk is dat wel de kern. Dat je eigenlijk alleen maar dingen doet. Misschien is het dan niet eens egoïstisch dat je je leuk vindt. Want als wij, zeg maar het gek is, als wij kinderen zijn. Dan doen wij alle leuke hobby's en activiteiten. We gaan zwemmen, we gaan voetballen, we gaan basketballen, we gaan hutten bouwen, we gaan buiten spelen. We zijn de hele dag met vriendjes en vriendjes aan het spelen. We zijn hmm. hele leuke dingen aan het doen. En op een gegeven moment komen we in een soort van. Ja, studiekeurslijf terecht. Dan moeten we studeren. En dan raken we bijna al die hobby's kwijt. En dan raken we ook ons kind zijn kwijt. En, en, en dus ook al die passies die we hadden. En ik denk op een gegeven moment ook weer dat je dan steeds meer terug weer gaat naar een beetje van wat vond ik ook leuk als jongs jongs af aan. En, en, en als kind. Ja, ja. Leuk om te doen. En ja, ja. en ja Het is heel belangrijk dat je eigenlijk echt doet wat je leuk vindt. Want je leeft maar zo kort. Hè? Volgens mij, ik had de laatst opgezocht, je leeft maar 300.000 uur. Dat, is, dat, 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 ja, dat is, klinkt eigenlijk heel weinig, als je zo hoort. Nou, ik zit al een beetje rond de helft. Een beetje qua. Oké, okay, ik heb nog zoveel. En dan uh, voor jullie is het nog wel iets meer. En denk je van ja, wil je dan de hele dag door iets doen. wat je, niet, wat je geen energie geeft, wat je geen passie geeft? Mm -hmm. en, en als je dan ook weer gaat nadenken. dat wij bijvoorbeeld ook heel veel op een beeldscherm zitten. Dus van de tijd dat wij wakker zijn. zitten de mensen ongeveer 50% op een scherm. Wat. Ik, 30 jaar geleden of 40 jaar geleden niet eens zo was. Dus we leven eigenlijk honderden jaren ervoor zonder schermen. Opeens leven wij op een beeldscherm op, op werk, op een beeldscherm op onze telefoon, iPad en dan nog een beeldscherm thuis als we misschien televisie willen kijken of weer verder gaan op een YouTube-kanaal ja. op onze telefoon. En dan, ja, dan kan je ook niet weten wat je passie is als jij natuurlijk in een, in een soort van tunnel zit van nee. afleiding. Uh, ik noem het gewoon zombie-modus. Ja. Dus de, de, ja, uh, voor mij was dat ook om een van de redenen om te stoppen bij Sapje. Om een bedrijf te kopen. Van ik wil dat beeldscherm uitdoen. Ik zit te dus veel op een scherm. En ik heb een online bedrijf. Maar dan moet ik daar gewoon mee stoppen. En ik word de hele dag, krijg ik wat sapjes binnen en e-mails binnen. En dat is ook super veel schermtijd. En daardoor kan ik niet gaan tennissen. En dan kan ik niet in het bos gaan wandelen. Heb ik geen aandacht voor mijn dochter. Kan ik niet een lekkere maaltijd koken. Omdat het beeldscherm mij klemt. Mm -hmm. Dus voor mij was ook een van de redenen dat het beeldscherm moet eruit moet. Ja. ja. Dus of zo ook, min mogelijk worden tenminste. Ja, dus ook echt wel die rust opzoeken... om uit die activiteiten, uit die afleiding te gaan... om dan, ja. dan echt na te denken of ja, denktijd te hebben... om erachter te komen van wat vind ik nou leuk... wie ben ik nou eigenlijk. Ja. Want dat is wel één ding, uh, daar dacht ik vanochtend ook nog over na. Van, je ziet heel veel mensen natuurlijk heel erg... Uh, Heel erg veel naar het externe, naar buiten van uh, feestjes, uh, ver, ja, allerlei soorten verdoving. Maar daardoor ja, ja. heb je nooit echt de tijd om je naar binnen te keren en echt te kijken van oké, okay, wie ben ik nou eigenlijk echt als ik al die randzaken wegneem? Ja, en dat is dus ook een beetje, want dat kan ik ook gewoon met jullie Erik delen. Ja, ik, ik ben dan nu gepensioneerd, dat klinkt allemaal hartstikke leuk, maar ik ben, niet zielig voor me zijn hoor, maar ik ben dan in een gat gevallen van helemaal niks. Mm -hmm. En op een gegeven moment komen er allerlei gedachten toe. Oh ja, wat, wat wil ik eigenlijk doen? En ik doe eigenlijk ieder jaar schrijf ik een soort van doelstelling op... wat ik zou willen doen. En ik heb altijd, zeg maar, mijn zakelijke doelstelling bereikt. Oké, okay, dit wil ik bereiken. En zoveel abonnees en zoveel sapjes verkopen. En we gaan naar dit land toe. Of we gaan het, uh, allerlei ideeën. En ik kom oh, wel zaken. Maar persoonlijk kreeg ik niks voor mekaar... omdat zakelijk altijd voor ging. Mm. Nu is zakelijk eigenlijk helemaal verdwenen. En nu heb ik... Oh ja, ik vind het misschien wel leuk om gewoon meubels te leren maken... Ja, en ik wil eigenlijk weer gaan tafeltennissen, weet je. Want dat deed ik vroeger ook heel erg veel. Mm. En ik wil echt uh, weer gaan kitesurfen. Dat vond ik vroeger ook altijd heel erg leuk. Ja. ja. En uh, ja, dat is dan een grap, en Ik denk, hey, hé, ik ga nu voor het eerst dan persoonlijke doelstellingen afdenken. Mm. En, uh, en nou ja, ik vind het ook heel erg leuk om magische paddenstoelen te eten. Yeah. En truffels, vind ik heerlijk, vind ik mm -hmm. dat. En dan ga ik dit weekend dan weer doen... Want dan kom je ook weer meer tot jezelf. En ik van, hé, hey, ja, ge dat geeft voor mij ook weer antwoorden. Of dat je geeft jezelf weer antwoorden, omdat je gewoon heel helder naar binnen keert. Ja. En, uh, ja. ja. Want wat heeft jou dat uh, gebracht, die truffels? Dat, dat heb, je wel, heb je vaker gedaan? Uh... Ja, ik, heb, ik begon er al heel erg jong mee. Dat was ook tijdens mijn, uh, mijn clubjudge-tijd toen. Dat was gewoon, had ik je ook een beetje gezegd, het is gewoon voor de lol en gewoon lachen, gieren, brullen en we gaan helemaal los op de paddenstoelen. Mm. En, dan, en, dan, en dan, dan zie je meer visuals en heb je gewoon de Efteling slash Disneyland voor je ogen. Ja. Uh, en dat was de hartstikke leuk. Maar dat heeft me ook het gekke, dat heeft me ook wel heel veel creativiteit gebracht in het bedrijf wat ik toen had. Want ik weet, niet, op een van manier word je de helder van die hersens. Mm. Het, het, het zet iets aan wat opeens uitstond. Ja. het heeft me ook veel het zet je ego even uit op dat moment ja eraan. volledig ja. maar het geeft ook een bepaalde creativiteit en wat ja. bij mij heel erg gebracht is dat ik heel intuïtief ben geworden bij mensen ik voel gewoon meteen wanneer mensen fout of slecht zijn of ze met een donkere energie binnenkomen mm -hmm. maar toen was het voor mij ik neem het als entertainment gewoon ik wil afgeleid worden of zo van ik denk misschien mijn dagelijkse sleur of stressvolle leven ik wil gewoon even eruit en nu ga ik het bijvoorbeeld ervaren omdat ik Mezelf beter wil leren kennen. Maar ook, denk hé, hey, wat wil ik nou eigenlijk gaan doen? En wat is mijn doel nu in deze wereld? En hoe wil ik andere mensen nu gaan helpen? Maar dan moet je eerst jezelf, zeg maar, helpen. Als je echt weet wat je weer wil gaan doen en wat je gaat motiveren. En, ja. Uh, ja. Daarbij, die dingen is het eigenlijk precies hetzelfde. Zeg maar, als je, die, als je die truffels neemt, kun je natuurlijk ervoor kiezen om helemaal naar het externe te gaan. En alleen ja. maar te kijken naar alle prikkels en alle dingen. Maar daar kun je ook in jezelf duiken. Ja. En dat echt die binnenwereld beleven. Ja. En da daar is het denk ik wel een hele mooie tool voor. En dat is ook net wat je zoekt erin, zul je misschien vinden. Maar tenminste, dat vind ik wel dat het, het breekt, zeg maar, echt je. Perspectief van je hebt altijd zo'n zo wereldbeeld van oké, okay, dit is hoe de wereld is en ja, ja, dit ja. is hoe de maatschappij is en dat is gewoon en en dit is wie ik ben en dat is in één keer helemaal als een spiegel valt het gewoon uit elkaar ja, en ja. al, alle, alle puzzelstukjes vallen uit elkaar ja. en dan zie je dat er ook gewoon een heel er is dan ook een hele andere realiteit anders dan dat je hem altijd hebt gezien en dat is ja, kan wel echt heel eye opening zijn. Ja, het, ja, het is eigenlijk ja, wij kunnen met elkaar nog praten, maar het is gewoon te bizar hoe je ja dat gewoon meemaakt en wat je dan kan ervaart. niet omschrijven gewoon. ja het is, het is niet te omschrijven ik had bijvoorbeeld ik heb ook ayahuasca gedaan en bij de ayahuasca wat ik deed daar dat is een paar jaar geleden toen realiseerde ik me ook dat ik bijvoorbeeld mijn sapje moest loslaten van hey mm -hmm. e-mails doen er niet toe want het werk het hetzelfde werk doet er niet toe e-mails doen er niet toe het enige wat te doen is liefde en je ja. gezin en als je weet je en, dat werd mij zo duidelijk gemaakt. Maar ik praatte gewoon tegen mezelf. Ja. Tegen mezelf. En ik denk, oké, dat is mijn stem blijkbaar. Zo klink ik dus. Mm -hmm. Maar ik was, het was zo raar dat ik met mezelf aan het lullen was. Want eerst was ik heel erg in paniek. Ik dacht, waarom ben je eigenlijk tegen mij aan het praten? En ik was terug aan het kletsen. Ik vond het zo raar. Ja. En, uh, en doe je je ogen dicht en dan ga je erin. En dan, ja, ik vertelde tegen mezelf wat ik eigenlijk moest gaan doen. Omdat ik, als ik bewust ben... Gewoon zo door blijf gaan op een soort van trein. Mm. En niet realiseer dat ik eigenlijk misschien even naar links moest. Of misschien even van die trein af moet stappen. En misschien met de bus moet gaan rijden. En als je een ayahuasca neemt, dan denk ik ja, weet je, je moet een andere weg op. En je moet nu even van de bus naar een scooter. En dan moet je even misschien gaan zwemmen in de zee. Ja. En ik vind toch paddenstoelen of truffels, vind ik interessanter. Of doet meer bij me. Omdat het toch al meer openzet. En ja, dieper gaat. Of andere manier je zintuigen opent. Mm. Uh, allebei verrichten ze natuurlijk wonderen op een manier dat je het nodig hebt, maar ja, het geeft je antwoorden op wat je zoekt. Ja. En, ja. Uh, uh, en soms zijn het hele onverwachte dingen die je gewoon tot, ja totaal ook niet ziet aankomen. Ja, ja. Dat is wel het vet inderdaad dat je wel echt, je hebt echt een soort van stem die je altijd soms door hele ook pijnlijke dingen heen leidt en je ja. helemaal er doorheen sleurt en dan echt. ...vaak Ook echt inderdaad een bepaalde boodschap gewoon herhaalt. Gewoon wat je elke keer als een soort van stem weer meekrijgt van mantra's dat of ja, zo. Ik ja, weet ja, niet. Ja, ja, dus en het mooie echt. is, want jullie weten allemaal waarschijnlijk elke trip die je waarschijnlijk hebt ervaren. Jullie het dus ja. ook die weet je nog steeds en die voel je nog steeds. Ja. Dat is gewoon part of je herinnering. Maar sterker nog, ik weet nog steeds van, weet ik van 18 jaar of 20 jaar geleden hoe die ervaring was en hoe ik dat voelde. Maar dat weet ik met de bioscoopfilm of. Andere leuke dingen weet ik het begon nee, niet meer of nee. dat ik uh, drie weken geleden ik zeg maar wat aan de Efteling was dat ben ik ook weer vergeten. Ja. Mm -hmm. Dus dat is ja. Ja, het wordt ook wel echt door ook op Netflix staan ook wel echt hele mooie documentaires erover. Ja, daar, ja, ja. Daarin staan, zeggen ze ook echt van ja, het wordt wel al gezien als een van de meest uh, emotionele en spirituele reizen die die, 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 ja, die iemand kan maken. Zo omschrijft iedereen het toch altijd wel ja. dat het een van de meest inzichtvolle ah. momenten was. En dat is wel ja. toch echt best wel uniek dat dat ja. het zo. ...door iedereen wordt ervaren. Ja, het is ja, ja, magisch. Ja, ik geloof dat, dat, dat de meeste psychologen overbodig kunnen worden... ...als iedereen eraan zit. En ja. ik denk ook als de, ja, de mensen die onze politiek runnen in de wereld... ...als die met z'n allen lekker ceremonie gaan doen en helemaal los gaan... ...dat waarschijnlijk ook dingen gaan anders gaan klikken in hun mm -hmm. hoofd. Mm -hmm. ja. uh, of misschien juist de verkeerde kant op gaan, dat kan natuurlijk ook. Maar uh, nee, ik denk dat de wereld heel anders zou uitzien. Ja. Dat is ook okay. de reden waarom ze natuurlijk allemaal verboden waren vroeger. Ja. De war on drugs in Amerika heeft natuurlijk, wat dat betreft, een heleboel kapot gemaakt. Omdat er heel ja. veel mensen echt, echt rebelleerden. Echt volledig vrije geesten waren. Ja. Die waren compleet tegen die Vietnamoorlog natuurlijk. En die wilden alleen nog maar liefde en vrede. Ja. En voor de overheid was dat toen wel echt natuurlijk echt een bedreiging. En ja, ik denk dat toen is het echt weer de kop ingedrukt. Ja, en heel erg ook in de media verpest, denk ik. Dat er heel veel, waren er heel veel slechte verhalen in de media En toen, toen hebben ze zelfs ook al die klinische onderzoeken en zo hebben ze allemaal stopgezet. Terwijl er super goede resultaten waren met, met LSD, met. Het ja, is een van pharma. Ja, en dat is ja. allemaal stopgezet. Terwijl die, die boekte echt gewoon mega goede resultaten. Met, ja. met mensen met uh, PTSD. Echt allerlei gekke ja. dingen. En nu begint het pas weer. Eigenlijk na die jaren zeventig. Die, uh, die ja, war en nu on begint drugs. het gelukkig weer een beetje te komen. Ja, ja. We hebben natuurlijk altijd. Eigenlijk hebben we onze hele mensgeschiedenis met, met planten gewerkt. Weet je? Het is natuurlijk het is, uh, coca. Weet je, cocaïne. Mm -hmm. en daar, dat waren de pure vormen. was gewoon hartstikke mooi. Opium. Dat is uiteindelijk heroïne geworden. Maar de opium is ook weer heel helend. Dus mm -hmm. dat zie je ook nergens meer. Ik zou het trouwens graag een keertje willen ervaren hoe dat is. Het is niet ja. zoiets als heroïne. Want dat is weer de synthetische vorm. Dat is ja, weer precies. even de bewerkte zonnebloemolie. Ja, ja. Terwijl je ook de gezonde variant hebt. Ja. En zo heb je het natuurlijk met kaktussen. Maar het geldt ook voor koffie. Koffie is natuurlijk ook een drugs. Ja, Suiker zeker? is ook een stimulant, is ook een ja. drugs. Ja, klopt. Maar dat is, maar... Het, dat is het rare. Ja. Van ja. Uh, koffie is bijvoorbeeld heel normaal. Alcohol is heel normaal. Tabak. Dus knet slecht voor je tabak. Maar, ja. maar wiet kan dan in één keer niet. Uh, cocaïne is dan ook. Uh, of, ja, ja dus ook, is ook heel. Het is net. Wat er dan vanuit de regering gezegd wordt: van Oh, dit is slecht. Oh, dit kan wel. Ja, en het is natuurlijk waar het meeste geld in zit. Ja, het is altijd een beetje natuurlijk follow the money. En als je, want ik heb recent een boek gelezen, ook hoe het dan gaat met niet drugs, hoor maar gewoon plan zijn. Dan heb ik het ook over gewoon cacao, chocola en waar cocaïne en heroïne alles vandaan komt. En dan zie je ook. Dat daardoor ook de, de, de slavenarbeid is gegroeid. En, en, en ja. hoe die industrie van de suikerindustrie, daardoor is de koffieindustrie weer groter geworden. Want mensen vonden koffie niet lekker om te drinken zonder suiker. Dus het ging hand in hand met elkaar. Ja. En ook weer daardoor de slavenhandel Bizar. werd dan weer veel groter. Want ja, dat was heel lastig te bereiken, al die velden. En uh, um, ja. ja, dat zijn nu de, de, de top drie industrieën. Als je nu even kijkt, natuurlijk naar suiker, chocola, koffie. Olie. En, uh, ja, en, en eigenlijk zijn dat allemaal best wel. Ongezonde producten mm -hmm. als je die heel veel consumeert, maar met mate zijn ze redelijk gezond. Voor Dan heb ik even suiker nog een vraagteken bij, nou, want dat is een lekkernij, dus dat geeft je plezier, dus dat is misschien ook even een anti-stressmiddel. Maar dagelijks is dat ziekmakend, en bij koffie is dat ook uiteindelijk dagelijks ziekmakend, ook mm -hmm. voor, je, voor je lever, want het is een stimulant. Mm -hmm. Ja, en dat George Clooney dat dan drinkt en de espresso weet je, en dat er heel veel onderzoeken worden gewoond dat koffie. Gezond voor je is ja, maar dat komt omdat dat een van de grootste industrieën is ter wereld, er zoveel geld om gaat. Nou. zij kopen onderzoeken nou. um, en uh, vergrijp niet verkeerd. Voor koffie is gezond voor je met mate, mm. en, uh, dat is wel voor mij een hele pijnlijke <laughs> ja. Nee, ja, het, is, het, is, ja, het is een druk ja, dat is het gewoon. Ja. Maar dat is ook gewoon ja. Ik ben nou ook wel naar mezelf heel eerlijk in dat ik gewoon, ik ja, als ik echt naar mezelf kijk, dan kan ik gewoon zeggen dat ik aan koffie verslaafd ben. Want Ik drink maximaal drie vier koppen per dag. Ja, maar ik ja, ja, vind het wel klote als, uh, als ik geen koffie drink. Ja, omdat Rek je er uh, ja, zo aan gewend bent. Dat is een ja, gewoonte. het is een gewoonte. Ja, Het ja. zit gewoon in je routine. Alleen het is best moeilijk om het eruit te krijgen. Dat is serieus, uh, is ja. Dat gewoon. Ja, ja en dat uiteindelijk wel... is het natuurlijk ook weer een knal voor je lever. Want je, ja. en, uh, en die, je slaap is je daar heel anders. Dus je diepe slaap verandert daardoor heel erg. En mm -hmm. ook weer hoe je wakker wordt. Ja. En, uh, maar ja, dat is ook weer jouw weg die je moet gaan. Dat je misschien denkt, hey, misschien ga ik er naar één of twee op een gegeven moment. Ja en stop ben... maar eens met koffie dan krijg je keiharde koppijn. Ja, ja, ik heb ook wel eens. Als ik een dag of twee dagen geen, geen koffie drink, maar dan is het ook, ik ben er best snel dan ook weer uh, weer uit, hoor. Ik heb ja. ook wel een keer een paar dagen echt geen koffie gedronken, maar dan begin je op een gegeven moment toch weer. Ja. Maar het is ook wel weer, je wordt je er wel bewuster van, want ook door, door dan bijvoorbeeld dat boek te lezen of andere dingen, ik ben wel bijvoorbeeld uh, normaliter drink ik nu s'avonds geen koffie meer. Tenzij ik uit eten ga of zo espresso na het eten vind ik wel lekker, ja. maar die, dat begin ik uh, of dan stop ik rond twee uur, drie uur s middags drink ik sowieso geen koffie en dan probeer ik daarvoor echt maximaal drie, Soms vier te drinken, terwijl dat vroeger was dat misschien wel, wel zes of, of zeven. Of, uh, nee, de koffie, je? als je erover nadenkt waarom koffie zo populair is gemaakt, is om mensen harder en langer te laten werken. Ja, maar daardoor zijn ook night shifts ontstaan. Ja, ja, ja. ja. Want dat kon, dat anders kan bijna kon niemand niet. in de nacht doorwerken. Nee. Dus om even een idee te geven, als jij dus in de avond koffie drinkt, dan mm. ben je eigenlijk als de arbeider van vroeger, oh ja, ik ga nu een night shift, in, want mijn lichaam wordt weer wakker gemaakt door een stimulant, een druk. Ja, ja. ...die mij eigenlijk onnatuurlijke energie geeft... ...die al mijn hormonen en mijn organen veranderen... ...en een soort van stimulans geeft in mijn lijf... Mm -hmm. ...terwijl ik eigenlijk moet gaan slapen bijna. Ja, ja. Want het is alweer donker. Dus, je, en, en ja, dus nou, misschien dat je op een gegeven moment... ...er ook uh, wat in gaat verminderen... ...en dat is uiteindelijk je eigen weg die je moet vinden... Ja. Maar ja, ik geloof altijd dat je daar wel een balans in moet vinden. Ja, maar ja, die en, bewustwording uh, is de eerste stap, zeg maar. Want ja. ik denk uh, heel veel mensen en ook wel de oude generaties, zoals mijn ouders of andere mensen... Ja, die drinken gewoon, gewoon acht of tien bakken koffie op een dag... en die denken daar helemaal niet over na. Gewoon überhaupt niet van nee. dat, het iets, dat het iets met je doet... of dat het ja. ook, ook slecht voor je kan zijn, weet je wel. Dat is ja, gewoon, een ja, ja, cultu cultuur in Nederland. Ja, je kan net zo zien als dus bijvoorbeeld de, de oude tabakplant. Ja, die is ook met mate gezond voor je. Maar als je dagelijks gaat roken... Mm. ja dan mm. wordt het kankerverwekkend ja. en dan de bewerkte sigaretten vanuit de industrie dus dat is ja. ook weer de synthetische variant noem ik het even ja die zijn zo slecht voor je die hebben ze veel ongezonder gemaakt mm. maar de oude tabaksplanten die werden heel ritueel gebruikt en werden zelfs gebruikt om te helen ja. en te ontspannen en tegen maagsferen. en uh, voor allerlei mogelijke manieren ...weren die toegepast. Worden sigaren eigenlijk ook zo bewerkt als uh, bijvoorbeeld uh, tabak? De sigaren. moderne sigaren wel, ja, maar ja? vaak goede merken ook weer niet. Je hebt ook weer hele goede merken die echt nog de oude tabaksplanten ja. uh, gebruiken... ...met de mooie bladeren, er zit verder geen troep bij verwerkt. Ja, ja daar moet je ook in verdiepen. Ja. Maar ja. ik ga nu niet zeggen, ga, ga nu uh, sigaren roken... Hmm. Uh, ...want uiteindelijk nog steeds je verbrandt het... ...en je krijgt kankerverwekkende stoffen in je lijf... Hmm. Maar er zitten ook bepaalde stimulanten in die ook gezondheidseffecten hebben. Ja. Omdat ontspannend werkt. Ja. Mm -hmm. en, uh, ja. Ja, alles met mate. En als je maar bewust bent van wat je doet, denk ik. Dat is ja. het belangrijkste. Dat je in ieder geval bewust bent van oké, okay, ik neem nu iets tot met. Het is misschien niet helemaal 100% goed, maar weet ik wel, ik neem één keer in de paar weken een glaasje whisky of een keer een sigaar of. Ja, wat. of weet je dat je er echt van geniet. Weet je ja. want Stel dat jij bijvoorbeeld van je koffie gaat, je stopt met die, vier, want als je vier, vijf of drie keer per dag koffie neemt, dan is het gewoon, oké, oh, ik neem even koffie. Dan ben je veel minder aan het genieten als je zegt, hey, ik stop even met koffie en ik ga één keer om de twee, drie dagen koffie nemen. Mm -hmm. Dan Denk je, wauw, ik heb zo lang geen koffie genomen... ik ga er even van genieten. Ja. En dat is dan zo'n bewustwording. weet je, ik heb eigenlijk heel erg zin om een sigaar te roken of zo, en dan doe je dat één keer in dezelfde tijd. Ja. Ja, is dat, dan, is dat dan erg? Ja, We hebben ook luchtvervuiling buiten. Daar rook je ook misschien sigaretten mee elke dag. Ja. Dus ja, als je af en toe een sigaar wil roken van een gezonde fabrikant. Ja. Mm. Uh, hoe kerst ah. toch? Als je ervan ja. geniet. Ja, want dat staat ook gewoon. Dat genieten is ook belangrijk. Ja. En, en, die, uh... ja. en dan kan je wijntjes drinken. Of goede wijnen drinken. Ja, dat is het verschil als je een fles per dag drinkt. Mm. Of een paar wijntjes per week. Of een paar wijntjes per maand. En ja. Ja, wat al die. Ja, ik noem het even, ja, weet ik veel, moderne stimulanten of, of die drugs of plantmedicijnen, hoe je het ook wil noemen. Die zijn zo normaal gemaakt in de wereld. We well, ja, alcoholconsumptie, sigaretten en we hebben overal wat pillen voor. En uh, oh ja, je bent te druk, je hebt ADHD en je moet Ritalin mm hier -hmm. mee krijgen. Dat is ook weer een variant. Mm -hmm. uh, een variant weer in DNA vormen van bijvoorbeeld heroïne en morfine, zodat je rustiger wordt. Ja, het um, is... Ja, dus... Het geeft dan kinderen die te druk worden op school ja, ja. verkapte heroïne. Bijna ja, niet ja, de ja. Ja. Ja, het heeft gewoon een andere naam gekregen, maar de ja. moleculenstructuren lijken gewoon heel goed op elkaar. Ja. En, en daarom is er natuurlijk overal nog steeds papaver en opium te krijgen, want daaruit worden die natuurlijk synthetisch gefabriceerd. Ja, precies. Ja. Ja. ja, maar ook weer mooie dingen. Ja, zeker. Ja, wel, uh, bijzonder. Ja, dus ik vind het nog wel mooi om misschien even in te haken nog Terug op, uh, op die truffels. Oh, oké, okay, natuurlijk. Ja, nog... Hou je vast. Ja, dat ja, ja. houden we het toch vast. Nee, ja. vind ik nog wel uh, interessant. Want daar waar je het net over had: dat jij zei van ja, als meer mensen dat zouden nemen, dan zou het misschien een heel groot verschil maken in hoe we met elkaar omgaan. Maar ja. in ieder geval, wat mijn ervaring is, is dat je, dat je ook heel erg je ego echt kapot maakt. Dus dat je echt leert van oké, okay, ja, je, je, je ziet jezelf op een bepaalde manier. <laughs> ja. en je kijkt altijd vanuit jezelf naar een ander en dat is dat is afgescheiden van elkaar. Ja. Alleen dat laat je wel echt zien dat eigenlijk dat dat helemaal niet zo is dat alles dat alles in feite één is en dat, dat is denk ik een heel mooi inzicht wat je daaruit kan krijgen. Ja, dit is ja, je wordt zo één met de natuur uh, um, dat is, ja, het is bizar. Dat gewoon ook echt als je met mensen om je heen doet, eigenlijk ben je niet eens samen, maar je bent wel samen, maar je voelt dat je samen bent. Ja. En je kan die ervaring ook daarna ook soort van delen dat je toch denkt hey, we hebben wel een bepaalde overlappingen meegemaakt. Maar ja, het op een gegeven moment realiseer je dat we, waar we uit bestaan is zo uit energie hmm. en je ziet zo'n andere dimensie en het, ja ja het is heel fascinerend. Ik zou wel eens willen als mensen dat dan zouden misschien op een gegeven moment kunnen filmen of kunnen visualiseren ja. of kunnen uitleggen wat er dan gebeurt. Um, maar ik wil dat lijkt me heel erg leuk om in de toekomst ook mensen te, te laten ervaren hoe dat dan bijvoorbeeld is om uh, um, paddenstoelen te nemen magische paddenstoelen waarbij ik mensen wil gaan helpen tot een interne reis. Ja. Dus dat, ik denk dat dat, dat, ja, dat heeft me altijd aangetrokken. Ik vind het zelf heel erg leuk om te doen. Ook uh, ja, nou, heeft mij veel dingen gebracht. Heeft jullie al veel dingen gebracht. Ja, en als mensen uh, tot een kern willen komen. En dat, ja, ik ga binnenkort dan in een boshuisje wonen. Ja, dan kunnen ze lekker op blote voeten uh, nemen. Ze paddenstoelen thee. Uh, of in een lekker smoothie mm. Die ik voor ze maak met een banaantje erin. Mm. En dan gaan we gewoon uh, op blote voeten uh, de bossen in. En dan uh, nou. ik begeleid. Ja, dan zit je in de natuur. En dan voel je ja. ook veel kwetsbaarder en dan mm -hmm. voel je ook wat er onder je gebeurt. En je, je hoort de wind, maar je zintuigen zijn natuurlijk zo aan het veranderen daardoor. Tijd bestaat niet meer. Mm -hmm. Wind krijgt een soort van klank. Ja, ja. ja. Geur, natuurgeur wordt een klank. Ja. En en, en al of, of 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 tijd, alles kan met elkaar. Al je zintuigen, ja, veranderen. Al die puzzels die nu van ja. zo oké, okay, tijd is zo laat. En ik kan nu rekenen en uh, ik kan een taal uitspreken. Ja, het ligt eraan hoe ver je gaat. Ja. Uh, is dat dan bestaat tijd niet meer. En dan zijn er geen kleuren, klanken, geuren meer. En smaak verdwijnt eigenlijk ook. En je taal mm -hmm. verdwijnt eigenlijk ook, maar ook je gedachten kan ook verdwijnen. Ja. Alles vloeit in elkaar over. Ja. Het is één grote dans van energie eigenlijk. Ja, ja, en dan denk je van ja, dat is wel heel bijzonder hoe wij gemaakt zijn, maar dat eigenlijk alleen planten of zo dat bij ons kunnen realiseren. Of althans bepaalde stimulanten. Ja. Ervoor kunnen zorgen dat we eigenlijk realiseren dat wij uit energie bestaan of een deel zijn van het universum, wat het ook mogen zijn. Ja. 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 ja, en dat is met die ervaring, denk ik wel heel anders. Want je, je kunt het weten, je kunt het zeg maar, intellectueel weten, maar dan kun je het ook echt ja. voelen. Dan kun je het ook echt ja. meemaken. Daarna ja. is denk ik wel echt dan het moment dat je je kunt misschien al wel daarin verdiept hebben of over gelezen hebben. Maar dit is toch, ja, zo'n ervaring is denk ik gewoon heel wat anders. Ja, Je kan lezen over dat je bijvoorbeeld in, uh, in de Cobra gaat, in de Efteling dan. Dat je in de Achtbaan gaat, en dan kan je lezen: hey, dat voelt een buntje-jumpen. Dat je voelt iets in je buik. Ja. Maar het echt doen, dan voel je het. Ja. Of bijvoorbeeld, je kan schrijven over verliefdheid. Mm -hmm. Maar verliefd worden is toch wel iets heel anders dan het overschrijven en het dan overlezen. En dat geloof ik ook dat dat, dat met. Ja, of nou ayahuasca is of terug of paddenstoelen of uh, peyote cactus gaat consumeren of uh, kikker gaat snuiven en uh, je kan alle, alle kanten op gaan hmm. of uh, LSD uh, trips gaat doen, hmm. ja. ja, dat 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 de magische kant opent, maar ook het gevoel daarvan, ja, ja, en ook heel heel het kan werken misschien voor trauma's die je hebt gehad. Heel veel mensen hebben ja. allerlei wonden en jeugdtrauma's en. En uh, hoe zitten de verbanden in de families en waar kom je vandaan? En sommige mensen zien andere levens mm, mm, ja. terugkomen. Ja. En, 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 en ja, we hebben het over reïncarnaties. Sommige mensen hebben een soort van doodervaring dat ze sterven, ja. en dan ook niet meer bang zijn voor de dood. Sommige mensen komen hun eigen ziektes tegen. Dus ik las laatst um, een boek over mensen die dat namen, die dan weer kanker hadden. Mm. En die konden door middel van psychosobine uh, trips dus van truffels en paddenstoelen, konden ze hun kanker. Vinden in hun lichaam. En dan konden ze mee gaan praten. van nee, hey, je bent niet goed voor me, je moet eruit. En mm. door daar werd de kanker ook minder. <laughs> en dat is dan zo fascinerend. En natuurlijk is dat niet in de mainstream media dat je door nee. <laughs> iets gaat praten met je ziekte. en opeens gaat het die ziekte uit je lichaam. dat je zegt dat je er niet hoort. Mm. Maar dat is dus eigenlijk hetzelfde. Is dat je met placebo en een nocebo-effect. Mm. Is dat, dat als mensen denken dat het gebeurt. Ja. Of je manifesteert, ik wil niet meer ziek worden, ja. dan gaat dat eruit. Ja. Of hé, hey, ik ben bang, ik ben hypergrondier, ik heb ziek, ik heb overal problemen en klachten. En dan manifesteren die klachten uiteindelijk zich ook in je lichaam. Mm. Dus je ook denkt, ja, ik ben bang dat ik kanker krijg, ik ben bang dat ik, dat ik problemen krijg of borstkanker. Dus je elke dag die angst tegen jezelf uitspreekt, dan krijg jij borstkanker. Ja. Ja, daarom is denk ik ook die, die, die manifestatie op die manier en die mindset die je hebt of je overheersende over gedachten heel belangrijk. Dat heel veel mensen zijn toch heel veel bezig met wat ze niet willen. Maar daardoor focus je je daar wel heel erg op. En ja, je hebt negatief en je krijgt... positief manifesteren. Ja, ja. Dus je, dus je, ja je, je, je kan jezelf negatief manifesteren. Dan komt het ook echt naar je toe. En dan is tijd is heel variabel. Dat kan morgen mm. zijn, dat kan mm. over twintig jaar zijn. Maar dat komt op een gegeven moment dan wel naar je toe. En het is niet om heel angstig te klinken. Maar als jij dat weet om te buigen naar positieve manifestatie. Of positieve gedachten. En zelfliefde. En aardig tegen jezelf zijn. En niet zo in die angst leven. Dan, dan ontwikkel je ook mooie dingen in je lichaam... maar ook mooie dingen in je omgeving. Ja. Ik denk ja. ook dat het wel is... wat jij onbewust misschien hebt toegepast... al die tijd. Want je ziet een bepaald beeld voor je... Ja. Je, je, je visualiseert het... je ziet het voor je... je kan, ja. het, kan het zien... je kan het misschien al voelen, proeven... en dan... Ja, ik voelde dat gewoon. Ja, gebeurt ik weet, het? Ik, ik, ja, ja, het is niet eens... het is onbewust... maar ik heb het ook bewust gedaan. Op een gegeven moment als ja. je... ik weet niet... omdat ik merkte dat dat werkt... Of zo. Ja, ik, ik, ik heb de Secret gelezen... dat vond zo'n fucking vaag boek... en mm. ik heb de documentaire gezien, en, Ja. ...dat trok me helemaal niet. En maar ieder op zijn eigen manier... ...komt er in aanraking. Maar ik wist van... Hey, ...als ik iets voel... ...en ik sta er helemaal achter... ...en je gaat erover praten... ...want ik sprak het gewoon uit. Ja. Dit ja. gaat gebeuren. En mensen ja, Je krijgt chest als partner. <laughs> wat een hoer. horen? Je gaat verkopen een appelsientje. Ja, laat maar lekker kletsen. Ja. Maar daardoor wordt het niet, niet zozeer... ...want jouw geluid, jouw stem... ...en jouw gedachten... ...dat is niet alleen het geluid... Dat is ook een emotie. Het is ook een energie. Dat gaat ja. net in het universum. En het is dus ook een soort van ja, ik noem het even een tastbaar product. Wat zijn werk gaat doen. Ja. ja. En uh, ja, en dat is echt heel erg krachtig. Mm, als ja. je echt die overtuiging van binnenuit hebt, ja dan, dan straal je dat gewoon uit. Ja, en dan, weet je, het is ook hoe jullie natuurlijk hier organisch zijn gegroeid. Jullie willen bepaald iets, je bereikt iets. Dat, opeens is het hier. Ik bedoel, ja. Kijk even ja. een tijd terug. Ja, je een kutcamera en een shit microfoon. <laughs> ja, en, ja. ja dat, dat, omdat jullie dat ook uiteindelijk manifesteren. Je hmm. ziet het eerst voor je, voordat het er is. Ja. Ik vind dat een hele mooie. Dat, uh, dat staat ook in, uh, in uh, Johannes, van, uh, in de uh, Bijbel. Uh, ik ken het dan alleen in het Engels, maar the word, uh, the word became flesh. Dat vind ik een hele mooie wat dus ja. ook al in de Bijbel gezegd wordt van het, het gesproken woord wordt uiteindelijk ja, het, wordt, het manifesteert zich omdat een gedachte inderdaad wat je zegt en het gesproken woord ja. uiteindelijk is het allemaal energie. Ja, precies, want we hoeven niet eens te praten. Bijvoorbeeld als jij heel erg close bent met je broer of zus of met je ouders moeder en of een relatie, dan weet je al soms bijvoorbeeld dat, wat diegene denkt of wil gaan zeggen of hey, ik ga ik ga gebeld worden en je wil opnemen, opeens is die persoon aan het bellen waar je aan denkt. Ja. ja. Terwijl je niet met elkaar gepraat hebt, je hebt elkaar geen e-mail gestuurd. Nee, want het is omdat die gedachten naar elkaar zweven. Ja. ja, en, en ja, hoe, dat dan, hoe dat dan werkt, dat hoef ik ook niet eens te weten, maar het is er en het werkt. Ah. En als je daar bewust van bent dat alles eigenlijk energetisch met elkaar ja, in contact staat. Misschien is het gecreëerd, misschien mm -hmm. door een spirituele god, misschien door een alien beschaving. Misschien zijn we allemaal Sims-poppetjes en lopen zijn we in de computer in de matrix ja. aan het bewegen. Ja, dat zou allemaal kunnen. Maar ik vind het gewoon ontzettend magisch hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Ja, hoe en, het werkt, werkt het wel. Ja, en of die wereld nou plat of rond is of hol, <laughs> weet je, ja. of, of er wel of geen universum is, ja, dat, dat, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar mm. wat er nu is, waar wij in leven, dat is, ik vind dat zo magisch. En dat dan een, een, een truffeltrip jou ja, dat kan bevestigen. Ja. Of liefde is iets heel magisch. Ja. Weet je, maar dat is ook het mooie. Als je op een gegeven moment van deze kant ernaar kan kijken, dan wordt het ook magisch. En dan gaat het ja. ook voor je werken. En ja. dan voel je het ook echt. En dan ja. voel je de connectie. En dan wordt het ook gewoon steeds leuker eigenlijk. Omdat je gewoon door gaat krijgen van, oké, okay, eigenlijk... Alles wat ik met een goede intentie de wereld in breng, en waar ik echt met volle vertrouwen achter sta. Dat, ja. dat manifesteert zich op een gegeven moment op ja. een bepaalde vorm. Misschien niet mm -hmm. altijd de vorm die je verwacht had, maar wel gewoon ja. in een bepaalde vorm. Ja, en alles. En eigenlijk ook alles heeft een bepaalde consequentie. Weet je, je, je elke deur die je opent, of elk gesprek die je voert, of alle, elke daad die je verricht, dat uit zich weer in de volgende domino die gaat lopen. Mm -hmm. En dan uh, misschien heb je wel eens meegemaakt van oh wauw, dit is zo toevallig! Dit kan gewoon geen toeval meer zijn. Mm. En dan ga je erover nadenken. En, um, bijvoorbeeld, wij hebben dan dat, een, dat boshuis gekocht. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in, in paddenstoelen magische truffels. En die mensen die het boshuis aan mij verkocht hebben, hun, hun zoon, die is de eigenaar van de grootste truffel -paddenstoel shop dan van Europa, Samnesia is dat. dat is een hele mooie website, dat heb ik vroeger mm. ook natuurlijk gebruikt. Ja. Ja, dit, dit kan geen toeval zijn en dan kom ik die gozer tegen. Hé, hey ja, weet je wel, ik vind het leuk. Ik ga je gewoon helpen. Ik ga die magische paddenstoeltuin... gewoon helemaal sponsoren. Ga ik voor je aanleggen? Ja, bizar. En ik vind van nou, dit. Ik kon het verzinnen. Ja, ik, ja, ten eerste, hoe verzin je dit? Weet je, en ik, en ik, en ik verzin het echt niet. Dit is ook echt de realiteit. En ik, ja, dit is toch geen toeval meer? Dit, 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 dit is gewoon zo. Nee, niet. Het lijkt wel een film bijna dan, maar dat is mijn film. dus ja. mijn projectie die ja. dan plaatsvindt. Ja. Ja. ja, het is toch een soort van film. Maar het is toch de, de, de film van het leven. Je regisseert een beetje. Ja. En, en, maar ik zit nu wel op de stoel dat ik er kijk... Oh ja, het is wel goed geëdit. Weet je, oh, nee, ja. dit, dit, is brud, dit is geen toeval. Nee, het is gewoon zo samengebracht. Dit ja, 100%. Ja. Ja. En, dan, en dan, nou, dan geniet ik gewoon heel erg van en denk, ja, Dat is, is prachtig. Ja, maar ja. dat soort dingen zijn zo absurd soms. Absurd. Ik, ik heb ja. ook zo'n verhaal, zeg maar, Pantel... dat ik dan vorig jaar met mijn vader heb gekocht voor, uh, voor de verhuur... De, de de eigenaresse daarvan. Die komt uit Colombia. Yeah. En die komt uit hetzelfde stadje als waar mijn vriendin vandaan komt. Die komt ook uit Colombia. Ja, dat is toch geen, dat en, kan toch niet? En dat stadje is echt gewoon bizar. Een, een middelgroot stadje in Colombia... Van de, van de vele duizenden steden. Yeah. Ja. Dat je echt denkt van... Toen ik dat hoorde, ik las dat op de papieren... en ik dacht, nou, nah, dat ja, kan gewoon niet. Ja, dat is gewoon ja. absurd. Gewoon, ja, dat dus het heeft gewoon... ook weer zo moeten zijn... dat je natuurlijk Om... met die vrouw in contact bent gekomen... dat ja, jij ja. Jou, de energie van jouw vriendin vanuit die stad ja. misschien meegaat ook in die vrouw... en ja, dat het ja, toch dat bizar, is. Ja, Hoe man. dat dan allemaal samenkomt. En als, ja. je, als, je, dat dan, als je daar achteraf uh, kijkt, dan denk ik echt van... ja, ja het, het is gewoon echt uniek. Ja, dat is, dat is te toevallig om geen toeval meer te zijn. Ja, dus alles is energetisch zo verbonden. Dat is zo... Ja, ja iedereen heeft zijn eigen bizar. snelweg, weet je. We zijn allemaal een beetje een soort van... ja, we zijn allemaal bomen met elkaar in connectie. Ja. En dan zie je al die wortels die onder die bomen zitten. Dat dus zijn allemaal wegen. En dat zit allemaal met elkaar in contact als een soort van... ja. Mm. Internet, netwerk van de natuur of zo. Ja, mm. dat, dat is er al voordat het er is, zeg maar. Voordat het in ja. ons leven gemanifesteerd is, heb je dan bijvoorbeeld nu dat wij elkaar treffen, bijvoorbeeld, of met elkaar in gesprek komen. Ja. Ik heb wel altijd het idee van dat dat bestaat al, of dat is al. Ja, er is al een ja, bepaalde al energetische, concept, ja, energetische ja. connectie dan. Ja. ja. Ja, en dat, dat, uh, ja, dat dingen gaan allemaal zoals ze gaan. Echt, ik, ik ben niks is meer toeval. Echt, nee. niks is toeval. Alles gebeurt omdat het dan gebeurt voor jou op dat moment. Omdat ja. jij dat moet ervaren. Wat je ermee doet is het volgende. En dan kan je weer een nieuw deurtje openen. die je naar een andere weg brengt. Maar ik geloof wel dat het, dat het hele pad dat wij allemaal hebben al een soort van geschreven is. Maktoep. Maktoep. Het staat geschreven. Ja, <laughs> ja, Oké, okay. ja, dat blijkt <laughs> dat is dat erg makkelijk. Ja, dat is toevallig. Want wij, of toevallig, maar wij hebben dat getatoeëerd allebei. Op okay. onze, Ik heb onze, er nog nooit van gehoord, maar, maar inderdaad. In de dat is uh, dat okay, de van de algemist. Ja, ja. ja, dat, ja. Dat, dat, dat is Arabisch voor het staat geschreven... als in je levenspad staat beschreven. En dat was het ook het grappige. Wij, uh, wij hadden zijn, zijn, nu, zijn vriendin nu... Die, uh, die, die zagen we toen in Spanje en ja. hij kende haar al. Ja. En wij hadden met z'n drieën, met drie vrienden, dat idee om die tattoo uh, te zetten. Dat was al bedacht dat we dat gingen doen. Het stond alleen nog niet gepland. Toen ja. zaten we met haar te eten en keek we op haar arm. Toen had zij dus gewoon letterlijk ook Maktoep op haar arm staan. En wij wisten ja, dat niet. En daar was wel. dat ook ik, niet. Ik, ik, ja, ik ik, dat was zo'n gewoon. moment. Niet eens geloven. Ja, jij dacht, ik ga papier. Ik, ik kon het ja. niet eens aan lopen. Ja, ja, ik, de... ik zat daar gewoon in het restaurant. Ik, ik hoorde dat ik denk: nee, 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 dat kan niet. Maar dat soort dingen. Ja. Als je dat eenmaal gaat zien en als je het leven zo gaat ervaren, en het is, gewoon, het is eigenlijk gewoon dat je bewust wordt van energie in je lichaam, overal, en dat je gewoon leert, ja, net een beetje als avatar, maar energie te sturen eigenlijk. Ja, 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 ja wat je zei, je gedachten, je stem, alles is, ja, ja, of het nou energie is, het is iets wat ja. zich voorbeweegt in het universum. En wij zijn allemaal deel van wat hier gebeurt. Ja. Dus het is en ook met mensen die in hele andere continenten leven en, of met dieren. We mm -hmm. hebben een bepaalde verbinding. En ik denk naarmate wij weer dus dichter bij de natuur komen. En dat kan zijn doordat je gewoon bij de natuur gaat leven. Of dat je hulpmiddelen gebruikt om wat te begrijpen en te ervaren. Ja. Dat, je, dat, je, dat je daar die connectie ook veel beter wordt. Ja. En ja, die bewustwording, ik denk nou, dat is toch prachtig dat jullie dat ook zo zeggen. En dat wij dan ook over dat maktoek dan hebben. Dat ik dan zo iets roep en jullie hebben daar een tattoo van op je <laughs> ja. arm zitten. Ja. En, dat is uh, prachtig. Ja. ja. Maar het lijp is ook gewoon, nu kan ik over nadenk, ik, ik kan nog zoveel van deze momenten opnoemen ja. dat ik echt denk van. Ja ja kunt... nog één hele lijf dan om uh, ja, ja, die is ja. echt nog zo, zo mooi ik was op een gegeven moment als ik in België met drie vrienden nou als hele avond hadden ik gewoon een beetje gedronken waren een beetje in een lachige bui hij kent het verhaal ook nee ja, ik, misschien... ken oh, ja, ja, ik ken, oh, ja, oh, ja, ik ken ja, het ja, wel. ja ja ja, ja. <laughs> nou toen Oef. kwam op een gegeven moment uh, een, een vriend van mij die wilde nog pizza halen als je gezopen hebt dan uh, nog even wat uh, wat, uh, wat eten ja. dus nou kwamen we in het restaurant en daar zat een, uh, een Arabische jongen met zijn vriendin en die zat met de eigenaren te praten nou ik begon met hem te praten en ik kwam op een gegeven moment in zo'n bui dat je op een gegeven moment al je wijsheden die door de jaren heen, een beetje ga je dan tegen zo iemand vertellen, zo random ja. iemand. Ja, ja. En toen bleek dat we echt super veel raakvlakken hadden. Hij stond ja. er ook een beetje in uh, het hele verhaal om corona, dat hij daar toch wel een beetje ja uh, andere ideeën over had. En toen kwamen we daar hadden we echt heel veel raakvlakken. En toen zei ik tegen hem van ja, maar weet je wat is uh, uh, ja gewoon al, we kwamen op heel veel dingen elkaar tegen. Ja. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, zegt hij tegen mij van ja, begint hij een heel verhaal te vertellen ook over dat hij er met al die ontwikkelingen bezig is. En ik zeg van ja, maar dit is geen toeval dat. We bij elkaar tegenkomen. Ik heb het op mijn arm staan. Ik, ik, ik heb Maktoub op mijn arm staan. En hij wordt in één keer... gewoon echt helemaal gek. Oh. Hij, hij, hij begint tegen zijn vriendin... in het Arabisch te praten. En hij wordt helemaal gek. ik denk... oh, ik heb wel verkeerd gezegd. Ja. Hij ja. zegt tegen mij van... mijn vader heeft een tentje gehad... in Marokko... en ja. die heette Maktoub. Ja. Omdat hij, omdat hij die betekenis zo mooi vond. Ja. Ja, en die heette Maktoub. En toen heeft hij tegen mij gezegd... weet je wat jij moet doen? Dit is jouw teken... om... om um, uh, hoe heet dat? Uh, de Bijbel, de Koran te gaan lezen. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus hoe dat toen samenkwam, ook dat hij zei van ja, maar pa heeft dat tentje en die heet een makttoest. Ja, en ik kreeg gewoon een complete kortsluiting ja. kwijt. Ik dacht van nee, joh, dat kan wow. gewoon weer niet. Dat, is gewoon, dat, soort, dat soort dingen, als je dat op een gegeven moment gaat tegenkomen, dan ja. ga je echt zoveel van dat ja, soort en dingen. En je staat zien. Er ook helemaal open voor. En, ja, ja. en blijkbaar gebeuren die tekens ook voor jou. En dat je het mm -hmm. ook echt ziet. Dat is ook ja echt heel bijzonder maar heb je ook de Koran gelezen dan ik heb hem gekocht alleen heb ik ja. hem nog niet gelezen ja, ja dat is denk ik wel een bittere pil ja, ja. Het, is echt, het is echt een ja je kan dan alleen altijd uh, versies ervan lezen dus niet, ja. niet de letterlijke Koran die is dan in het Arabisch maar dan wat hoe mensen het ja, vertalen vertaalde ja, maar ja, ja, daar ja, zeggen ja, ze ja. ook bij van ja weet je dit dit werk kan je eigenlijk niet letterlijk vertalen omdat ja. het Arabisch komt niet echt overeen met de Westerse talen zeg maar, dus ja. dan is het ook weer altijd een vertaling ervan. maar het lijkt wel, het is wel een hele goede dus. Mm. Maar ik ben er zeker benieuwd naar. Ja. Ja. Nou, dat is gewoon uniek hoe dat ze man. dingen tegen kan mm -hmm. komen. Ja. Ja, ik, ik denk dat ik daar een heel boek aan over kan schrijven ook. Ja, dat, dat is echt. Ja. ja synchroniciteit, van toevalligheden. Nee. Ja, Synchroniciteit van Deepak Chopra's, een heel ja. mooi boek daarover. Ja. Ja, die ja. heb ik ook gelezen al gelezen. Ja? ja. Ja. Super mooi boek. Ja. ja. Nee, het is echt. Uh... Ja, maar is magisch, de wereld is heel magisch. En ik denk, een ah. paar jaar terug, want het begon het van de pandemie en alles, dan bleef je wat meer in angst. Iedereen, wat meer in angst. En, oh shit, alles mm. komt je af en je wordt meer wakker en je realiseert je meer hoe de wereld werkt. En nu denk ik, van, oh, wat is eigenlijk een hele, echt een super mooie, bijzondere wereld. Ik vind het gewoon één groot wonderland, zeg maar. Een beetje een soort van Disneyland op een leuke manier. Ja. Mm. En ik denk ook, als we op die manier erin gaan, en dat komt het allemaal wel goed. En komt allemaal op zijn pootjes terecht. En als je eenmaal ziet hoe het werkt en uh, hoe het systeem uh, werkt en dat niks toeval is en uh, hoe energie zich manifesteert. Ja. Ja. En steeds meer mensen beginnen dat te zien, dan kan je het ook nooit meer niet zien. Hè? Nee, als je het eenmaal ziet, kan je nooit meer niet zien. Ja. Dat en dan is... komt het ook alleen maar meer op je af. Ja. Want je, ja, je, je ja, staat er open op. voor. Ja. Mm -hmm. Maar dat is net als met, jou, ja, met je gezondheidsdingen en zo. Je, ja. een, je, ziet één ding, je gaat ermee in de gang. Ja. En dan die ont, ja, die weg ontvouwt zich als je ermee bezig bent. En dan ja. schrijf je Ik kon niet meer terug. Ja, ja, dan schrijf je een boek <laughs> ja. over en zo. En ik had ga je boek, sapjes verkopen. Ik had dat boek dan geschreven. En uh, ik had ook laatst met mijn vriendin over. Ik, 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 ik weet niet eens hoe ik dat boek heb geschreven. Want ik was zo druk toen met sapje. En ook, ik had het boek eerst in de ijskast gedaan. Want dat, dat gaf me stress ja. ook. Ik, ja, ik moet boek uitschrijven. Ik ben helemaal niet goed in schrijven. ...heb ik het in een icebox gedaan... ...en toen ging ik het weer oppakken... ...maar toen werd mijn dochter geboren... Hmm. ...en toen besloot ik opeens... ...gekregen kortsluiting in mijn hoofd... ...oh ja, na twee maanden... ...doet mijn dochter gewoon baby aan het gillen... super slechte nachten... ...sapje druk. Ja. ...laat ik gewoon mijn boek gaan Lijkt afschrijven... Schrijven. ...in de nacht... Ja. ...en ik weet niet hoe ik dat gedaan heb... ...maar blijkbaar iets gebeurde in mij... ...dat ik dat wilde doen... Ja. ...heel blij dat ik dat heb gedaan... ...en dat was die gezondheidsfase... ...die ik heb afgesloten... En, dat, en, uh, uh, ja, en nu zit ik meer in de fase van wat het is er nog meer in de wereld? Dus de oudheden, hoe werkt onze geschiedenis? Mm. En evolutietheorie en hoe ziet de aarde eigenlijk uit? En, 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 en daar was ik al heel lang geleden geïnteresseerd over de maanlanding en 9-11 en al, al die dingen. En ik denk, ja, dat zijn maar geen complotten meer. Dat, dat Mensen die tegenovergestelde geloven, dat vind ik dan een complottheorie. Mm. En dit zijn waarheidsgebeurtenissen, gewoon de feitelijke waarheden. Althans, wat is een feitelijke waarheid? Mm, dat nou. voelt voor mij in ieder geval. Moet je geen eigen podcast starten. Uh, <laughs> als ik dit allemaal zo hoor, dan... Uh, ja, genoeg, de, de, genoeg producer van, uh, de producer van Jorn, uh, Dave, hebben we wel eens contact mee gehad. Misschien moeten we iets samen gaan doen. En zei hij, de complotcast. Ik zeg, ja, maar wil ik mezelf wel in zo'n nou, daglicht ja, zetten? Dan, 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 dan word je, je meteen, meteen hè? Ja, ja. Dan zit je meteen in een hoekje. Maar het is juist meer leuk want ik dacht, dacht, ja, om het juist gewoon te bespreken. En bespreekbaar te maken. Van, ja. welke complotten zijn er? Ja. Ik, had, ik heb laatst een boek gelezen. Het zijn dan de honderd meest bizarre complotten die er zijn in de wereld. Nou, ik zal je zeggen, 40 wist ik ervan, maar die andere 60 heb ik nog nooit van gehoord. Oké. Okay. En, uh, nou, het is gewoon, uh, ja, het dat, dat, ja, dat is wel leuk om erover te praten. Ook mensen bewust te maken, ook weer, Maar dit heeft er gespeeld. Wij weten alleen maar de complotten die nu de afgelopen 20, 30, 40 jaar hebben gespeeld. Maar mm. er zijn ook complotten van 500 jaar geleden en van 1000 jaar geleden. En tijdens de Egyptische en de Romeinse ja. tijd. En ook allemaal hele rare dingen die gebeurd zijn waar we geen weet van hebben, want wij niet heel erg in. De geschiedenis duiken. Mm, mm. Ja, en als je nu bijvoorbeeld fake news hebt, ja, in hoeverre is dan de geschiedenis ook fake nieuws geweest? Ja, dat ja. weet je natuurlijk ook niet. Ja. En wat is daar weer de waarheid in? En welke geschiedenis is de waarheid? Je kan ja. je natuurlijk helemaal gek in denken, maar wat is, is de geschiedenis die wij kennen? Is dat dan wel de waarheid? Maar als je er op die manier naar kijkt, blijft het ook heel leuk. Want sommige mensen worden op een gegeven moment heel zuur. En, ja. die, en die het dan met alles van ja, en dit en dat. Maar als je er op zo'n manier naar kijkt, kan je het ook leuk houden. En is ja. het juist interessant om te gaan onderzoeken van... ja, wat speelt er nou eigenlijk allemaal en welke invloeden hebben... Ja, ja het is het interessant je hebt, je hebt hele nare dingen hele mooie dingen en het is juist leuk om de fun factor in te houden en ik vind ook wat er nu bijvoorbeeld gebeurt weet je als je, als je ogen kleppen gewoon helemaal wijd open staan jullie ook hmm. als ik naar nos.nl ga dan ga ik heel weinig aan toe dan is het gewoon voor mij even een gratis theatervoorstelling ja. Ja, ik denk van... van nou ik ga even door die headlines ik lees een paar dingen ik hmm. denk ik vind het heerlijk het is zo er, genieten ja, het is gewoon ja. ik denk van hoe belachelijk kan je <laughs> hoe belachelijk gaat het tegenwoordig ja. en ik vind het gewoon heel leuk en waar ik eerst heel erg in de angst zat en God, verdomme we moeten ik ja, tegenvechten ja. en we ja. hebben ik en, en, en mijn familie dat kan <laughs> allemaal niet. En nu, ja. Hoezo ja. lezen jullie de NOS? En nu denk ik, nou, het is gewoon een satire voor mij geworden. Ja. ja. En um, ja, jullie hebben dat dan ook. En het is gewoon leuk hoe wij ook allemaal in het proces ook aan het veranderen zijn. En, en ja, ik ben ook heel blij mee dat, want toen ik mijn boek schreef, zeg maar tien jaar geleden en, en ook met een mijn vriendin had, van ja, is de aarde eigenlijk rond of plat? En ik zei je wel, wat fuck heb jij nou weer over de aarde? Rond ja. Plat? Dus ja ik heb, ik heb er dingen over gelezen. En ik denk ja, en dan maanlanding of zo ben ik eigenlijk ook weer gaan twijfelen. Mm -hmm. nou, nou, Ik moest ik dat even vermijden in mijn familie en zo om daarover te <laughs> ja. hebben. Maar ik ben er wel zelf ja, op ingedoken, want ik het gewoon heel interessant vind. En ik ben heel blij dat, zeg maar, met die, dat, dat ook de, de corona is gekomen. Want mm. daar zijn er veel meer mensen bij gekomen. En we worden alleen maar met meer, we worden niet meer minder. En ja. dat sterkt mij ook heel erg. Van, ja, er zijn nog steeds heel veel mensen, te veel, nog allemaal als zombies in slaap. Ja. Nou, I don't fucking care. Mm. Maar wij zouden elkaar heel veel jaar geleden niet zo extreem kunnen bespreken over dit soort theorieën. En, mm. en, uh, en wij waren er ook niet zo in de diepte in. Nee. Ja. Nee. En er zijn er zoveel van ons. En er worden alleen maar meer. En het wordt alleen maar krachtiger, die golf. Ja. En tot het niet meer te houden wordt. Ja. Ja. En, en, en ja, dan kun je zeggen, is dat de Great Awakening? En is dat ook het? universum-tijdperk en de sterren die goed gaan staan... en, nee, en de energie en de spirituele, als erbij betrekt... van staan we nu uitgelijnd dat weer de grote ja, shift ja, dat, gaat plaatsvinden. Ja. ja, en ik denk dat we daar nu middenin zitten. Ja, ja. ja. Ik denk dat het ook gewoon heel goed is om je af te vragen... of dingen nou wel of niet echt zijn, zeg maar... zoals ze voorgespiegeld worden. Ja. kan alleen ja. maar... Uh, Mooie discussies openen en ook mooi tot nieuwe inzichten leiden, denk ik. Ja, maar Wat denken van... jullie dan bijvoorbeeld? Van, ik ga het aan jullie gewoon vragen: wat ja, denk je dat de aarde, wat, hoe denken jullie over de aarde? Is die plat, rond, hol, bol? Nou ja, de, groter dan iets? De, de, dat zijn bijvoorbeeld wel, uh, wel dingen. Kijk, ik, ik, ik ben nu een beetje ook op het punt dat ik, dat ik, ik verwerp niks. Zeg maar, maar ik heb ook in heel veel van dat soort dingen eigenlijk ook niet echt research gedaan. Yeah. Maar ik ben wel nu op een, op een punt dat ik denk: van oké, okay, weet je wel, als ik er geen research over heb gedaan, dan kan ik er wel een mening over vormen. Dan kan ik wel zeggen: bijvoorbeeld, van de aarde is rond, omdat ik dat op de basisschool heb geleerd. Yeah. maar. I don't know, weet je wel. Heel eerlijk gezegd, ik zou, het niet, ik zou niet kunnen zeggen dat het niet zo is. Ja. En ik heb nu voor mezelf ook heel erg gewoon van ik ben heel erg bezig met de podcast, met de onderneming, met het persoonlijke groei. En dat, dat is iets waar ik me nu voornamelijk op focus. Ja, ik heb geen tijd voor al die dingen. Nee, dus ik kies, nee, ja, tuurlijk, ik kies ja. er wel ik kies ervoor om gewoon okay, te weten dat het er is. En het wel open te laten liggen. Maar ja niet om het allemaal uit te zoeken. En op dit punt in mijn leven in ieder geval. Weet je wel? Dan heeft ja. voelt het nu beter om. Uh, aan je eigen, ja, eigen cirkel of influence te werken. Ja, dus. heel goed, ja. Ik zou het eerlijk gezegd, zou ik, ja, zou ik, zou ik je niet uh, kunnen, kunnen zeggen wat. Ja. ja, het zou allebei kunnen. Ik heb daar geen. Uh, ik heb, wel een ik heb daar ik geen mening over. Ik wil jouw mening in. Hij is IJs op, IJs rond. Ja? Ja, ja. ja. Kijk, weet je wat ik heb? Ik heb inderdaad wel dat ik overal open voor sta. Ja. Maar op een gegeven moment denk ik ook soms van. Dat, dat je jezelf er ook in kan verliezen. En dat je zeg maar overal aan kan gaan twijfelen. Ja. En dat het op een gegeven moment ook een beetje. beetje is van. Kijk. Natuurlijk, er zijn een hele hoop dingen die worden anders voorgeschoten. dan dat ze daadwerkelijk zijn. Maar er zijn ook wel gewoon dingen die. die waarschijnlijk wel gewoon kloppen. En ja, als ik gewoon. Ja, er zijn wel gewoon bepaalde dingen die je wel redelijk makkelijk kan uitsluiten of iets wel of niet zo is. Dus bijvoorbeeld, er was ook ergens een keer van. Uh, dat ze bij Joe Rogan zeiden van ja, een atoombombe bestaan bijvoorbeeld ook helemaal niet. Ja, die die ja. zijn in leven geroepen om een bepaalde angst te hebben, zodat dat, dat bepaalde gevechten niet uitbreken. Maar die bestaan eigenlijk helemaal niet. Maar als je gewoon gaat kijken naar de films die gemaakt zijn, die konden in die tijd konden, konden ze nooit die special effects zo maken. Dat, ...dat je daadwerkelijk zo'n vloedgolf... ...bijvoorbeeld zag uit het water komen... ...van zo'n enorme explosie, dat soort dingen, weet je wel. Ja, waarschijnlijk niet. Ik ga ook vanuit van niet dat het niet gebeurt. Maar stel je maar gebeuren dat ze die ja, kennis van nee, nee, achter ja, hebben gehouden... Okay, dus ja, maar, ja, ...dat ja, is het, het ja, ding, ja, dat ze toen al ...ja je weet het gewoon nooit uiteindelijk. Niet, nee. maar, maar er zijn gewoon wel... Op, ...op een gegeven moment dingen waar je redelijk makkelijk... ...dingen kan uitsluiten, of ze wel of niet echt zijn... Maar dan denk je... dat ...als je dat dan denkt... ...dan denk je dat de maanlanding misschien dan wel is gebeurd? Ja, kijk, maar kijk, dat is weer. Kijk, daar zijn weer ook een hele hoop twijfels bij. Omdat ja. inderdaad, als je gewoon gaat kijken welke technologie er toen was en hoe die nu is. En dan als je dan nagaat denken dat ze dus gewoon naar de maan zijn geweest, daarop geland zijn vervolgens daar rond hebben gelopen, ja. weer ingestapt zijn... en vervolgens weer naar de aarde gevlogen. Ja. Kijk, daar kan je je twijfels bij hebben, weet je wel. Ja, ja. Bij dat soort dingen kan je denken van... ja, 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 oké, okay, dat, dat, dat is misschien ook wel... en voor ja. hun was het ook een heel groot voordeel... om iedereen te laten zien van... oh, kijk, we zijn op de maan geweest. Dus ik ja, kan maar ook je dan denken, dan als je dan nadenkt, waarop hebben ze het laten zien? Ze hebben het op één radiostorm ja, ja, kijk, maar dat en bedoel En op een ik. klein zwart-wit tv'tje... Ja. waar ja. gewoon twintig ja. mensen in de huiskamer... opeens zijn klein kutschermpje aan het ja, kijken ja, 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 ja. Dit ja. was... En ik ga niet zeggen of de maanlanding wel of niet is gebeurd. Ik denk dat dat zeker niet is gebeurd. Nee. Um, omdat ik me daar wel erg in heb verdiept. Ja. Mega interessant ook. Wat ik juist een, dat hele aparte vind... is dat dan de NASA en al die agencies die daarmee betrokken zijn... die mm. zeggen ook van... ja, we hebben de technologie, zijn we kwijtgeraakt... om weer terug naar de maan ja, te gaan. Ja, ja. Ja. En we zijn ook eigenlijk... alle videorecordings en alle audiotapes... <laughs> ja. en dat zijn er duizenden... Mm. zijn we ook allemaal kwijtgeraakt. Mm. Dus... De, het grootste moment in de menselijke geschiedenis... Ja. die data is er niet meer. Het ja. bewijsmateriaal is er niet meer. En het bewijsmateriaal dat er wel is... dat zijn allemaal CGI-foto's. Ja. Ja. Maar Kijk, en dat is gewoon een reden... dat je daar heel veel twijfels over kan hebben. Ja, en dus je misschien heel je ook kan zeggen hebben. van... Ja, ja, ik denk dat het niet zo is. Ja. En dan, dan is het heel mooi om daar... ja, dan kun je daar wel echt iets... kun je wel echt een duidelijke mening over vormen. Maar een hele hoop andere dingen, ja net wat David zegt op een gegeven moment ja je weet ja, waar het trek je niet. de grens ja waar ja. trek je de grens en ik denk dat dat je de grens altijd trekt zeg maar tot waar je kennis gaat ja, ja. ja. en uh, want je kan mensen vertellen van ja er is kinder is uh, satanistisch kinderwil kinderritueel misbruik en er wordt bloed gedronken omdat daar DNA zit dat mensen kunnen verjongen en ik mm. dacht ook oh, een paar jaar geleden wat een gelul mm. maar als je dan gaat nadenken dat er gewoon websites bestaan waar je kinderen kan kopen en er ja. zijn bunkers waar kinderen in opgesloten worden en er zijn bewust weeshuizen waar paspoorten weg worden gehaald en ouders worden betaald om kinderen te kopen die worden naar andere landen gestuurd ja. en die krijgen een nieuwe entiteit. en dan zie je opeens klinieken ontstaan in Amerika die kinderbloed verkopen om te verjongen er zijn ja. er al vijf van trouwens in Amerika ja? serieus ja. en dan denk je ja maar zijn, zijn echt al wat die wat gekke weird. complotten dan wel zo ja, maar dat, ja, is echt, ja. dat is gewoon het lijpen gewoon want ja. ik, ik heb dan laatst was ik een beetje ingedoken in het hele Jeffrey Epstein verhaal ja, en dan, dan kom je ook op, gewoon op, op zulke rare dingen. En ook als je gaat kijken wie daar allemaal op dat eiland zijn geweest. Mm. En zelfs nadat bekend was dat hij gewoon, ja, dat hij gewoon uh, kinderen misbruikte en dat ja. soort dingen. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld gewoon een interview van bijvoorbeeld Bill Gates. Die daar wordt over ja. gevraagd. En ja. je ziet hem gewoon. Je ziet hem gewoon ongemakkelijk worden. Hè? Die is daar wat 28 keer geweest ja, op de, de, maar de dat flight loss. Dat, dat en echt en, als, en nou ja, waarom is denk je zijn vrouw bij hem weggegaan? Ja, ja, en die gaf, ja. die vrouw heeft ook aangegeven in een interview. En heel veel mensen denken dat het van een man is. Maar, en ook bij het, uh, Michelle Obama denken ze ook dat hij trouwens een man is. Dat is ook weer een theorie die gaat. Daar ga ik niet over hebben. Dat weet ik niet hoor. Zo is, ik heb niet gekeken. Maar zij is weggegaan omdat uh, de, de relatie met Epstein en wat daar gebeurde, vond ze heel gemakkelijk. En daar heeft ze gewoon over gesproken. En, mm. Maar ja, ze hebben natuurlijk een fortuin uh, samen. En, ja. mm. uh, het is natuurlijk een, een beetje een aparte koppel, wat ze allemaal met het geld doen. En wat ze allemaal stimuleren ja. in de wereld. Uh, ja. Ja. Um, maar ja, bizar. Maar dat is alleen, kinder, uh, dat is alleen het, het kindermisbruik. Ja. Mm. Je weet S natuurlijk ook over de pesticiden die worden bespoten. Ja. Misschien weet je ook wat over de chemtrails die naar beneden vallen. Ons mm. water is onreinigd. Mm. Mm. Ja. Als er zoveel dingen. Die al heel gek klinken gebeuren. Ja. ja, waar eindigt het dan? Ja, maar dat is het gewoon. Op een gegeven moment ga je bepaalde dingen zien, en dan zie je dat ze ook echt gebeuren. En dan ga je gewoon ja. twijfelen aan een hele ja. hoop dingen. En dan ga je ook dingen zien dat je denkt van ja. Dat, dat, ook bijvoorbeeld, dat het ook gewoon echt vanuit de overheid kan komen. Want mm. bijvoorbeeld, als je ziet dat Epstein... is bijvoorbeeld deze zichzelf dan opgehangen. Nou, daar dat gelooft geloof bijna echt niemand. gewoon iedereen. En zo zijn er een hele hoop mensen om hem heen. die eigenlijk allemaal erin betrokken waren. Mm. die zijn ook op, op mysterieuze wijze eigenlijk omgekomen. Ja, maar eigenlijk, ja. als je nagaat in zo'n cel. Kan dat eigenlijk alleen als er ook echt een, vanuit de overheid... of vanuit in ieder geval een hogere instantie... daar ook echt de kamers uitge, uh, ja, gewoon uitgezet zijn? Ja, waar ook uit toen. Ja, weet je, dat soort dingen. Ja, dat kan ja, alleen ja. maar gebeuren als er ook echt van een overheid ook, ook erin betrokken is. En dan ga je echt denken van... Ja, dan ga je ja, gewoon weer mij, zo ja, diep. Ja, voor mij is dat ook ja, gewoon een heel common sense, weet je. Daar hoef je niet ja. eens veel te denken. Hij was een rijke miljardair. Ja. Nou, dan heb je... Net zoals wij zijn, even noemen het even complotvrienden. We hebben een beetje dezelfde type netwerk. De mensen waar we omgaan. Nou, zij hebben dan miljardairs, miljardairs, whatever vrienden. Mm -hmm. Die gaan met jets heen en weer. Die, die vervelen zich. Die importeren dan ja, jonge kinderen of jonge meiden. Doen allemaal rare dingen ermee. Wat ze mee doen: vermoorden, verkrachten, bloed drinken. Ik zeg het heel raar dat ik dit nu zeg. Maar ja, dat, ja, ja. Dat, dat kunnen ze daar doen. Ja, en, en dan, dan heeft hij als leverage heeft hij alles opgenomen. Ja. Allemaal tapes ervan. Van als ik een keer in de problemen kom, dan kan ik het tegen je gebruiken. Ja. Nou, hij heeft invallen gehad van de CIA in zijn, in zijn huis, ook appartement. En ja. die kluis, die, uh, ja, die uh, was uiteindelijk die is gevonden mochten ze niet openbreken. Uiteindelijk heeft hij een paar dagen later... is alles natuurlijk verdwenen... heeft hij weggestopt. Dus het is ergens. Ja. Mm -hmm. Die bewijsmateriaal is er... of dat ooit naar buiten komt. Ja. Mm -hmm. maar ze mm -hmm. zeggen ook... Van als dat naar buiten komt... dan gaat de hele ja. wereldorde veranderen. Ja. Omdat er gewoon... dan komen er zoveel soldaten. Dat is misschien de biggest light... Uh, ja. om echt alles, alle domino's te laten omvallen. Ja, want dat zo echt... Ik als, jij ziet, als jij in... opeens ziet als niet wakker persoon dat Bill Clinton een jong kind verkracht. Ja, dan ben je gewoon mm -hmm. gelijk klaar. Ja, of Bill Gates rare dingen doet, of Barack Obama, rare, maar misschien ook gewoon bekende Hollywoodsterren. Ja, dan, ja. En, mm -hmm. uh, ja, voor mij denk ik, ja, als je misschien dertig keer daar bent geweest, of vijftig twintig keer nee, misschien wil hij gewoon ontspannen, dan had je een rustige weekend. Ik bedoel, het kan ook gewoon zijn dat je dat gewoon leuk vond, het is een goede vriend van je en niks aan de hand. Mm -hmm. Ja, ja. Kan maar op ook... een gegeven moment dan kijk je naar Bill Gates... en denk je, ja, dat is wel een beetje een creepert van een man. Ja. En... ja. Merk ja, ja. ik en dat is ook gewoon een energie ding. voelt niet goed, weet je. Dat, nee. dat, 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 dat klopt wel de... eens niet. Vaak zie je het inderdaad ook aan de lichaamshouding, handgebaren. Gewoon... Ja. Bepaalde ja, dingen. Het ja. is ook gewoon zo, kijk, als je hier nu naar luistert en dan denk je van ja, waar, 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 hebben, we al, waar ja. hebben ze het toch over? Ja, ja. Maar als je er echt een keer in gaat verdiepen en een keer gewoon ook inderdaad wat je zegt van dat er gewoon Bill Gates gewoon iets van 28 keer daarheen is gevlogen en allemaal dat soort dingen. En die filmpjes mm. ook gaat kijken mm. waar hij geconfronteerd wordt met, met het dat hij met Epstein omging en dat ja, hij, daar hij ook weet paar zich niet is normaal te gedragen. Ja, hij dat wist zich gewoon niet ja. normaal te gedragen en dat ja. hebben we bijvoorbeeld altijd. Al, uh, hoe heet die uh, oud president van Amerika? Dat is Clinton, toch? Ja, Clinton. Ja. Die, had ook, die werd er ook mee geconfronteerd. En die zag je ook gewoon hoe die, hoe die dan naar die persoon kijkt met die bepaalde ogen. Je kan er gewoon aan zien dat er gewoon, hij weet gewoon dat de dingen niet. Kloppen. Ja, maar ik bedoel, laten we wel weten, de meeste mensen weten dat niet eens. Misschien ook als een jonge mensen luisteren. Ik bedoel, hij, hij haalt een, een tv-toespraak. En dan werd hij gewoon gepijpt onder zijn bureau door Mono Ja. Ja. Gewoon, daar zijn, zijn. Ja, dat is. Zijn management stond gewoon om hem heen. Kamerman, hij was gewoon... Uh, nou, hij had tientallen miljoenen mensen aan het toespreken. En hij werd gewoon live gepijpt onder zijn ja. bureau. Als je dat, dat dus hard. al doet als, als president... of je ja. nou marineb bent of niet... Ja, ja. dan is het voor mij heel plausibel... dat hij misschien ook andere dingen oh, dat heeft gedaan op een eind... als je dat mm, dan doet. Yeah. Als je die extremiteiten doet. Ja, ja, en uh, ja, misschien, nee, dat, dat hoeft ook misschien niet zo te zijn. Dat je, ja, ik had gewoon een leuke, uh, leuke escapade. En dat was gewoon een fantasie van hem. Zou ook mooi zijn. Ja, ja, ja. Weet je, een jonge meid en ik lachen en uh, we doen een keer iets leuks. Ja. maar uh, ja, dan ga je toch over. wordt geen plus één op een gegeven moment drie en dan denk je, ja, ja oké. Okay. Ja, ja. bij Joe Rogan heb je ook echt wel ja, is echt het heel leuk, echt... leuk om, om naar dit soort dingen te kijken want hij heeft ook echt soms dan haalt hij dingen aan en, ik en denk ik van dingen. jeetje hoe, <laughs> hoe kan dit ook weer zo ja. zijn? Ja, ja, nee, natuurlijk Barack Obama en Hillary Clinton natuurlijk al die e-mails die gelekt zijn en daar ja. is natuurlijk een pizza PizzaGate schandaal, en dan praat ze in codetaal met elkaar, maar dat blijkt echt codexen zijn voor ja, hoe je ik wil een kind bestellen en ik wil een orgel doen met twee kleine jongetjes en die moeten maagd zijn en dat blijkt dus Wat? en er zijn tientallen e-mails heen en weer gegaan. Dat ze in codetaal met elkaar e-mailen. Mm. Nou, die zijn natuurlijk gelekt. En de mensen die het gelekt hebben, die zijn opgepakt. En ja. dat is raar. En de mensen die dus die rare taal met elkaar uiten. Dus de, of oorlog creëren of super rare shit doen. Ja, ja die blijven gewoon lekker mm. uh, aan het ja, hoofd. Dat, maar maar dat, het... dat is gewoon het lastig. Op een gegeven moment weet je ook niet meer echt wat je. Omdat, omdat zeg maar niks. Ja, je kan het niet feitelijk achterhalen of het nee. allemaal echt zo is. Want ook, ook dit soort dingen is uiteindelijk gewoon weer wat wij van iemand anders horen. Dus voor hetzelfde geld, zitten ja. hier ook weer een hele hoop dingen ja. in die eigenlijk gewoon weer niet kloppen. En dat is altijd lastige met dit soort dingen. Als ja, dus je moet echt... er een beetje breed in kijken. Net zoals ja. van ja, is de aarde rond of plat? Zou ik zeggen, ja, weet je, neem ons mee naar boven en dan kunnen we het gewoon zien. Ja. Dus als dat ja. kan. En, en, en uh, toon het bewijs. Want elk bewijs dat er is, is een Photoshop foto. Mm. Er is geen originele mm. foto van de aarde. En het uh, en kan zijn dat hij rond is, maar bijvoorbeeld niet draait. Of het ja. kan zijn dat hij een hele andere vorm mm -hmm. heeft... en dat er heel veel werelden weer achter of naast zitten. Mm -hmm. En er zijn ook theorieën ja, dat, dat hij hol is. En dat er dus een blijkbaar tunnels zijn ergens in Noord- en Zuidpool. Dat is ook de reden waarom we daar niet heen mogen. Er is een Antarctic Treaty in 1956 getekend. Mm -hmm. Alle landen hebben oorlog met elkaar. Maar dat is de enige pact waar ze niet onderuit komen. Niemand waar mag daar naartoe. Als je als burger daarheen gaat, dan kan je gewoon vermoord worden. Met een vliegtuig, met een boot, maakt niet uit. Mm. Elk leger heeft zijn ruim onder controle dat je niet die shit mag bezoeken. Mm. Maar waarom niet dan? Wat, is dan? wat gebeurt daar? Wat is het geheim? Mm. En wat mogen we niet ontdekken? Want blijkbaar mogen we de rest van de wereld wel een soort van zien. Behalve Area 51 en bepaalde plekken in China. En mm. ja, dan ga je toch denken: waarom dan niet? Yeah. Yeah. En waarom zijn er zoveel piramides gebouwd? In de rest van de uh, wereld. Ja, dat, dat alleen al, dat die piramides, hoe die gebouwd zijn en hoe in die blokken, hoe kon dat zoveel duizend jaar geleden ooit. Ja, dat, kon, dat kunnen wij nu nog steeds niet doen met de moderne nee. materialen? Nee. Wij kunnen nu niet de piramides nabouwen die toen de tijd zijn gemaakt in Egypte. Nee, precisie... Maar ook niet in de Bosnische piramides, die zijn 15.000 jaar ouder. Mm -hmm. ja. dat, dat is toch, en nog veel hoger en veel groter. Mm. Dat kunnen wij niet met de modernste apparatuur, kunnen wij dat realiseren. Mm. Ja, dus wat. Dus hoe is dat dan daar gekomen? Dat vind ik heel interessant. Ja. Ja, dat, 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 was dat een andere kracht? Werden wij geholpen door reuzen? Mm. Waren er aliens? Ja. Of andere wezens? Of hadden wij toch magische energievelden... die wij toen tot onze beschikking hadden... om rotsen in de lucht te tillen? Mm. Ja. En is Mozes die de zee open misschien wel realiteit geweest? Ja, ik weet dat niet. Nee. Maar je gaat toch vragen, tekenstellen van... wij kunnen dat nu niet bouwen... dus we kunnen nu ook niet naar de maan toe. Mm. Hmm. Is maar het is het ook al... gewoon leuk om je op een gegeven moment... gewoon allemaal de vrije loop te laten... en ook gewoon een keer lekker... Ja, en als, lekker als te filosoferen. Je, ja, filosoferen. En als je er wil, wat David ook zegt... want soms heb ik ook dan op een gegeven moment... dan denk ik van ja, weet je wat het is... Dus het komt allemaal weer even goed. Hè? Want ja, dan, op ja, een gegeven moment ja, ga je dan alles ja, twijfelen. En dan merk je ook van, ja, weet je, mijn energie gaat daar weer naartoe. En dan raak je ook weer, raak je eigen energie wordt ook minder goed. Omdat je ja. dan toch weer gaat denken van, ja, mm. dan ga je in alles twijfelen. En dan voel je, je ook weer niet, niet helemaal happy, zeg maar. Hè? Ja, nee, dus nee, maar dan... dat Klopt, het kan ook heel heavy worden. Nou, ik heb er ook wel eens momenten van gehad. Maar ik dacht, ja, maar waarom wil ik dat zo graag weten? Weet je, omdat ja. iedereen wil weten waar je vandaan komt. Dat is ook wat je ook geleerd wordt als je op school komt. Dit is onze evolutie geweest. Dit is mm. de aardbol. Dit is onze geschiedenis. Dat is zo'n soort van. Het maakt je een entiteit. Het is een core van je. Waar komen we eigenlijk vandaan? En waar waren we onze grootouders? En hoe zijn we hier terechtgekomen? Ja, ja. En als dat vraagstuk eigenlijk compleet gemanipuleerd is dus en heel anders is. Ik bedoel, als dat, dat antwoord was. Ja, we zijn eigenlijk gewoon de Sims. De Matrix. Dan zouden ja. we allemaal. Wat de fuck gebeurt hier? Mm. Of. We leven alleen maar op één aardbol met een dom erboven. En er zijn misschien meerdere wereld ernaast of achter Antarctica. dan denk ik: wat de fuck is hier gebeurd? Dan wordt iedereen helemaal gek. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus misschien hebben ze wel het beste met ons voor om ons een beetje in het ongewisse te laten. Ja. Maar ja. Ja, dat weten we niet. Nee. Dat zie je ook weer vaak terug in de Hollywood-films, zeg maar bepaalde scenario's van simulatie. Of uh, The Truman Show, natuurlijk. Ja, prachtig. Ja, film. De... En, de, <laughs> ja. en, ja, en uh, de Hunger Games. En de, ja. en de Matrix. En, ja. en ja. 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 weet je. Ik wel... vond de Matrix trouwens, die is toch heel erg en ding, maar dat was echt... Daar heb ik wel 30, 35 keer gekeken. Is altijd mijn favoriete film geweest. Mm. Een prachtige film. Maar nu snap ik ook wel een beetje misschien waarom dat zo is. Maar, ja. Uh, Tja. ja. 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 Het is toch... Dus maar... uh, het is een Luister, -kijk, <laughs> kijk de Matrix, is niet te gezien. Inderdaad, ja. <laughs> Goeie film. <laughs> ja. ja. Maar ja, dat is ook wel... Uh, gewoon ook doordat je... Het ding is wat heel veel, heel veel mensen die hebben natuurlijk een mening ergens over. En dat is denk ik het algemeen in dit, uh, in dit hele verhaal. Van yeah. Je vormt een mening op basis van iets wat je ziet. En dat is maar een heel klein stukje. Dus dat is heel vaak het nieuws. En dat is vaak ook het ding. Van heel veel mensen hebben dan bijvoorbeeld een mening over Donald Trump is echt een grote klootzak. Maar waarom? Ja, omdat ze dat in de krant hebben gelezen. Of omdat ze één stukje van een interview van hebben gezien. Ja, weet je wel? En dat... Hij is antisemiet. Ja, zeg en dat... maar wat? Ja, ja, nou ja, 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 ja dat is ja, ja. bijvoorbeeld ja. hetzelfde nu met Andrew Tate. Dat hele, hele gedoe. Ja, die is, wordt nu helemaal uh, dat die vrouw onvriendelijk is en zo, weet je wel. Ja. Maar. Ja. Ja, dat, wordt, dat beeld wordt dus, dus geschetst. En mensen nemen dat dan voor waarheid aan. En ik denk dat dat gewoon de belangrijkste les is. Van ja, leer gewoon kijken van... De, waar jij zeg maar, je waarheid op baseert. Ja, waar komt dat vandaan? En hoe compleet is dat beeld? En... Ja, ja dat, is, dat klopt helemaal. Ja, met Andrew Tate is het wel grappig om daar wel op aan te haken. Want ik, ik vind het echt een held hoe hij... Mm. zo'n platform bouwt en wat hij allemaal zegt en predikt. Maar... Dat dan zie je opeens van een journalist, die, dat, dat lijkt een onafhankelijk journalist te zijn, en dan zie je dat hij allemaal video's had zien... van een Andrew Tate en ook uh, WhatsApp-berichten en mm. communicatieberichten van allemaal, ja, dat kan ook allemaal gefake zijn, ook die, die video's. Maar dan zie je dat hij toch in het verleden een heel hoeren netwerk heeft gehad mm. met prostituties die hij verkocht aan hele rijke mannen en probeerde om zoveel mogelijk geld bij die mannen weg te halen, aan die meiden. En dan kreeg hij dat weer, kreeg hij, natuurlijk, oh, hij was de Poyer. Mm. Dus ik dacht, ja, maar dat is wel zijn verleden geweest met zijn broer. Althans, dat is heel plausibel dat dat zijn, okay. zijn verleden is geweest. Mm -hmm. Want hij had heel veel geld nodig. Hij vond kickboks. Hij kwam natuurlijk uit een vechtersnetwerk. Veel zwart geld ging daarin om. Zij mm -hmm. dus hij komt natuurlijk best wel uit een raar verleden. Mm -hmm. Is natuurlijk een held. meest gekoerde gast, whatever. Iedereen gaat helemaal aan op hem. Ik ga ook helemaal aan op hem. Ik vind het fantastisch wat hij allemaal vertelt. Mm -hmm. Maar hij heeft een duister verleden. Dat heeft hij ook gewoon zelf gezegd. Er zijn heel veel videoboodschappen waar hij zegt, ja... ...je moet zo als meid communiceren... ...en dan moet je gewoon zeggen dat je, je paspoort kwijt bent... ...en dan moet je, dat kost je 20.000 euro om daarheen te vliegen... ...en dan mm. gingen die rijke mannen die verliefd werden... ...op al die Hongaarse, Romeinse hoertjes... Ja. ...die gingen hey, het geld betalen en geld betalen... ...en dan verdiende hij bakken geld mee... ...en dat is wel... ...althans als ik zie die video's van hoe hij daarover praat... ...dat is gewoon gebeurd. Mm. En misschien is die hele video gemanipuleerd... ...en meerdere video's... Mm. en. Ja, en dan zijn er ook, dus zijn hoeren die het verleden die hebben er ook over gepraat. En denk ik, ja, misschien hebben ze toch iets waarmee ze hem kunnen pakken. Ja. Ja, en dus ja. dan hebben ze op een perfecte moment zeggen: hé, we hebben de allerbekendste influencer, wappie, complotdenker gepakt. Ja. En iedereen eronder kunnen we ook gewoon een kopje kleiner maken. Mm -hmm. Dus het kan ook natuurlijk een, een tactiek zijn. Ja. ja, maar dat vind ik een aantal mooie, wat je ook zegt van: kijk. Op een gegeven moment, als jij iemand in een hokje gaat plaatsen... Ja. dan wordt het ook heel lastig om te kijken naar... wat voor goede dingen die je ook zeggen. Bijvoorbeeld met een ja. Trump of met een Andrew Tate. Ja. En dat is op een gegeven moment het mooie... wat bijvoorbeeld ook heel erg terugkwam in onze trip van truffels... die wij dan twee weken geleden hebben gedaan. Dat van... was nogal recent ook. Ja, ja. ja zeker. Ja. Het is echt heel recent. <laughs> Super en uh, daarin kwam ik heel erg naar voren van... ja, weet je wat is? De, de persoon hoeft niet per se slecht te zijn. Er zullen misschien slechte acties tussen zitten. Maar... Als jij hem al gelijk als heel persoon, zeg maar, als slecht markeert en daar gewoon niks meer mee doet, dan verlies je ook een heel mooi iets. Want ik bedoel, er zijn ook een hele hoop dingen die, die hij waarschijnlijk wel goed heeft gedaan. En dat is het ja. mooie, als je op een gegeven moment gewoon naar iemand kan kijken, oké, okay, er zitten gewoon een hele hoop slechte dingen tussen, maar er nog steeds van kan leren. Want op een gegeven moment, dat is een ding wat een hele hoop andere mensen bijvoorbeeld niet doen. Die zeggen, en doet het die is gewoon slecht. Ja. En alles wat hij zegt, daar luisteren ze gewoon niet meer naar. Terwijl er een ja. hele hoop dingen zijn die echt oprecht gewoon... Een hele mooie boodschap hebben. Die ook gewoon echt problemen aankaarten. Die gewoon op dit moment heel erg spelen in de wereld. Ja, ja, in en dat is gewoon het, denk ja. ik het mooie. Als je op een gegeven moment gewoon kan kijken van oké. Okay, inderdaad, ik ben niet helemaal eens met alles wat hij zegt. Maar dat je nog steeds wel gewoon ook los kan kijken naar welke acties die doet. Of welke dingen die hij zegt. Wat wel, welke wel goed zijn en waar je wel bepaalde lessen uit kan halen. En dat is ja. denk ik een hele mooie om. Op een gegeven moment, ja, een beetje los van te komen in plaats van dat hele hokjes denken en wij zijn. en Hij is slecht. Ik denk ook wel dat bijvoorbeeld de mensen in onze politieke kamer, waarvan we eerst allemaal denken... ik, ja, die, die, die moeten, gele ja, die, die moeten op een wijze geleend worden of zo, <laughs> ja, als je het ja. zo mag zeggen. Uh, maar die zullen misschien ook bepaalde dingen beste met ons vormen en ook goede dingen doen en ook mm. naar huis komen. en Die poepen ook en die gaan ook een tandje poetsen mm. en die gaan een maaltijdje eten. En die denken, ja, ik doe eigenlijk misschien wel iets heel goed voor dit land. Ja, ja. en die zitten weer in hun. Eigen energie, uh, wat je misschien niet eens kan kwalijk nemen. Nee, want zij denken dat ze wel het beste met ons voor hebben en dat wij het juist nu aan het verpesten zijn voor ze. Mm -hmm. um, dus ja, ik heb ook zoiets, dan moet je ook op een bepaalde manier gewoon respecteren. Ja, ook al ben je het er totaal niet mee eens. Mm -hmm. en, ja, daar kan je, daar kan je helemaal op doordenken, ja, dat is echt niet zo. En ach, Rutte, dat zijn gewoon criminelen. En mm -hmm. ja, dat en je kan helemaal niet boos uitgaan. Ja, misschien hebben ze bepaalde dingen toch wel heel goed geregeld voor ons. En, uh, en ja. de ziekenhuizen draaien ook. En als je steeds je been breekt, ga je nog steeds naar binnen. En, uh, ja. En je ja. Hoe en zijn Mark dat nou Mark had dan een hele mooie uitspraak van, van ja, in principe. Iedereen is onzeker en iedereen doet zijn best. Ja, dus, ja, iedereen wil een bepaalde bevestiging hebben. Ja, maar, ja, ja. Op, zi op, hoofd. ja op zijn ja. manier doet, doet iedereen zijn best. Maar dat komt er misschien soms niet helemaal lekker uit door ja, misschien trauma's uit het verleden of dingen die dat je kan, bij je ja. draagt. Ja. En iedereen ja, probeert wel op zijn manier. Vaak zijn best doen. En soms, ja. Ja, soms komt dat ook niet helemaal, uh, helemaal lekker over. Nee, En ik beeld dan ook een beetje in. Weet je, want als ik dan uh, denk: oké, okay, Mark, dan zie ik wat raars op hem. En denk ik ook weer lachen, weet je. En dan ja, denk ik, nou, misschien heeft hij een hele slechte band met zijn vader gehad. Mm, mm. en belt hij Klaus op. Mm Hé, -hmm. hey, paps. Ja. Je, ik heb slecht dat wat ik kan doen, ik heb wel iets heel goeds gedaan. Dan krijgt hij een eye op zijn bol, weet je. Of ja, ja, ja. een smsje met een ja, hartje kan. bij van Klaus, je hebt het goed gedaan. En hij ja. zei: En hij heeft, oh, weet je, weet je het wel de vader die ik liever zou willen hebben, ben heel blij mee. Mm -hmm. Dus dat kan ook zomaar, weet je, dat daar een dat er ook ja, weer dat trauma kan. in zit en dat hij ook weer gewaardeerd wil worden. En dat kan voor heel veel mensen ja, zo gaan. Dat is wel hebben. een inter interessante manier van kijken. Want ja. eigenlijk, als je nagaat, vaak bevestiging zoek je eigenlijk vaak bij mensen. Die, die heel hoog in het vaandel hebben, of inderdaad ja. je vader of moeder, maar vaak wel iemand die hoger, of hoger, maar in ieder geval meer status heeft dan jou, of in ieder geval ja, wat ja. je denkt. Dus inderdaad, zo zou je ook kunnen kijken van op een gegeven moment, als je in die hele hoge functie zit, wie hebben dan op een gegeven moment nog meer status dan jou? Dan ga je misschien inderdaad bij dat soort mensen zoeken. Ja, en Klaus en, heeft misschien ja. ook weer mensen waar je naar kijkt, denk ja. je, oh ja, ik wil ook weer mijn compliment, je hebt het weer zo goed gedaan. Ja, Want ja, dat, ja. dat is toch waar mensen wel een beetje op draaien. Iedereen ja, heeft toch zeker. een bepaalde vorm van ego. Ja, ja. Dus net zoals hier opeens nu Joe Rogan zou zitten, dan denk ik ook dat dat. dat de, 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 snap je de, hoe jullie dan heel anders in het spel zitten? Yeah, mm. yeah. En, uh, uh, ja, ja. En jullie kijken ook natuurlijk een bepaalde mensen op. Dat heeft iedereen natuurlijk op een bepaalde manier. Mm. Mm. Ja. Zeker, ja ja dat is ook het ding je zou het nooit helemaal 100% zeker weten hoe het zit en dat is ja nee je dus weet het helemaal is... nooit nee. nee en ik probeer altijd iedereen te kijken ze poepen allemaal weet je dan beeld je dat gewoon in dat ze gewoon gerukt zitten ja. boek na dan zijn ze aan schijven een <laughs> één ja. een papier en, uh, en dan allemaal de rest En ik denk ja het zijn allemaal gewoon mensen ja misschien zijn ja, het ja. niet mensen weet je mensen uh, ja. ja, ja. Oké, okay, weet je ik moet wel <laughs> ja. ja of opties of grijze aliens of uh, yeah. transformen en andere gekke <laughs> wezens dat maakt me allemaal niet uit maar ja reptielen poepen trouwens ook ja, dus ook uh, dat. Ja. ja, dus, okay, dat, uh, oh. ja, dus dat, uh, je moet er wel een beetje met humor naar kijken. Dat heb ik wel geleerd, weet je. Dat je het niet uh, te zwaar allemaal moet opvatten. wat er nu gebeurt in de wereld. En, nee, er nee, wordt niet leuker van. Ja. En ik ben heel dankbaar, eigenlijk, wat er gebeurd is ook. Weet mm. je, ik, voor mij was ook de afgelopen jaren ook een detox geweest. van mijn, mijn vriendenkring en ook familie ook. Okay. Mm. Ja, weet je, dat past of klikt tot niet helemaal meer. Dat kost veel energie. Weet je. Je, ben, ja, je gaat toch anders in het spel staan. Ja. Je komt weer nieuwe mensen tegen die waar je juist wel mee wil omgaan. en Klopt. Ja. Oh. Uiteindelijk brengt het allemaal lessen. Ja. Elke ja. druk die, uh, die zorgt er weer voor dat je op een andere manier gevormd wordt. Ja. 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 Nou, is wel mooi. Ik denk dat we hem... Uh, Beetje gaan afsluiten of niet? Ja, ja, voor ja, mij was, het wel, wel ja. zwaar, toch? Ja. Waar over anderhalf uur? Heen, oh, echt? Ja. Wil je nog een mooie uithoek maken? <laughs> nee, nou ja, ik vond het wel inderdaad waar we hebben heel veel uh, interessante dingen besproken en ook nee. even wat mooie uitstapjes gemaakt en ook wel mooi, denk ik, om te zien. Dus dat hele proces van uh, dat ja, ook, ook wakker worden, dus in je, in je, in je leven, in je ja. lijf bewust te gaan leven en dan ook die andere dingen die erbij komen, en dan ja. uiteindelijk echt wel de switch maken naar. Meer vanuit liefde leven in plaats van angst in de breedste zin van het woord. En ja, ja gewoon kijken naar wat, wat voelt er goed voor mij. Wat vind ik echt leuk om te doen. En, en daar gewoon op te focussen. En dan niet het negatieve of het ja, minder leuke helemaal negeren. Want het bestaat ja. wel. Maar wel ja, gewoon voor je eigen energie zorgen. En dat vind ik heel mooi. Dat dat ja, op dat punt waar je nu zit eigenlijk. Ja, dat ja. Dankjewel. Dat was leuk. Ik vond het ook leuk om met jullie te kletsen. Ja. ja. Het voelde ook een beetje gewoon als een vrieshappig gesprek. Weet je, als wij ja, gewoon vrienden ja. kunnen zijn, ja. we gaan je daar gewoon lekker verder chillen. Weet je? Ja, <laughs> ja, in de ja, precies. ja, maar dat is, dat is wel het mooiste. Dat je op een gegeven moment, weet je, ja, je, je kan wel connectie echt met iemand maken. En je kunt, ja. dat is ook het mooie van zo'n podcast. Je kunt wel echt diep in gesprek gaan. Weet je, wel? Je, je hebt de tijd, je gaat er echt voor zitten. En ja, je, ja, ja. je kunt gewoon oprechte interesse tonen ook in iemand. Ja. En dat is, uh, ja, dat is gewoon een, een groot goed, denk ik. Ja, Ik vond het leuk om te doen ook. Gewoon, ik voelde gewoon als een lekker ontspannen gesprek ook. Ja, nou ja. Dat is ze uh, Wil je een vraag nog stellen. Uh, ja, dat is nog wel een hele goede. Ja. <laughs> ja, dat is ook bijna vergeten. Niet vergeten. Uh, ja, op het, de afsluitende vragen we eigenlijk: van... als er één ding is wat je hebt geleerd in je ja, pad als ondernemer, wat zou je dan willen meegeven aan, uh, aan de luisteraar? Eén uh, waardevolle tip. Of... Dat je bij elke tegenslag gewoon blijft doorgaan in wat je gelooft. Oh. Ja, dat is denk ik wel wat een mooie. Ja. ja. Want er zijn altijd heel veel tegenslagen als je onderneemt, mm. en als je erin blijft geloven en je, komt er, je staat weer op, je neus even. ...dan kan je na op een gegeven moment ook weer aan de roze ruiken. Ja. ja. Dus uh, dat is denk ik belangrijk. Hele mooie. Doorzetten. Ja. Ik denk, ondanks dat je misschien bekend bent met manifesteren... ...of de energie gaat het nooit zoals je had, nee, had ja, verwacht. Ja, ja. Ja. En voor mij bestaat eigenlijk ook gewoon geen nee. En ja, nee is ook een soort van... ja. ...je kan nu op dit moment kunnen mensen nee tegen je zeggen... ...maar de mensen kunnen op een gegeven moment ook een keer ja tegen je zeggen. Ja. ja. Dus ik heb wel heel vaak geleerd... ...je kan 99 keer nee krijgen... die ene keer ja... ja. Nou, die kan je ook gewoon krijgen, maar dan moet je in blijven geloven. Ja. Ja. En dan voelt die 99 keer natuurlijk als neusbloeden en vallen. En oh shit, ik mm. kan niet meer. Dan moet je weer en dan 98 keer en 99 keer. En yes, en nu heb ik hem. Want dat is ook een momentopname. Van ja, ja, ja energie in woord een uitspraak. Zeker, ja, het is dus doorzetten, doorgaan, nooit opgeven. Mooi, hele ja. mooie boodschap, denk mm. ik. Ja, dan uh, gaan we daarmee uh, afsluiten. Dan uh, willen we bedanken je wel voor je komst. Supermooi dat doen. je... Uh, jullie ja. bedankt voor uh, jullie tijd en uh, dat je wilde luisteren naar mijn verhaal. Ja, graag gedaan. Hartstikke, hartstikke interessant verhaal en uh, ja, heel veel mooie, mooie aspecten ook uh, besproken. Dus uh, ik ben heel dankbaar voor je komst en we willen jou bedanken en ook uh, de luisteraars bedanken. Als ze het nog helemaal tot het eind uh, hebben gehaald, zou ik knap vinden. Maar ja. <laughs> in ieder geval bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.